Welkom allemaal. Alle plaatjes die je hier gaat zien, die staan zo meteen gelinkt op onder andere de website van het Privacy Event. En iedereen mag ook de plaatjes downloaden. En inderdaad, de beste manier om de organisatie te bedanken of te helpen is te zorgen dat er de volgende keer weer meer mensen komen. Dus het vertellen aan iedereen die je kent en ze vooral motiveren om ze mee te sleuren. Met dank aan de sponsoren dus, zowel Madison als de Stichting High Six. Die hebben ook allemaal websites waar je meer kan lezen over wie ze zijn en wat ze doen. Ik heb al mijn plaatjes en die varieer ik altijd een beetje. Meestal doe ik dit als presentatie of in het Nederlands, maar meestal in het Engels. Als een intro op een sessie van een halve dag tot en met meerdere dagen om mensen dus hands-on informatiebeveiliging te leren. Vandaag is het vooral het verhaal en gaan we met elkaar wat brainen, maar gaan we niet met de laptops aan de slag. Maar dat is wel de bedoeling om dat in de toekomst ook weer te gaan doen. Hè? Ja, precies. Want de theorie is leuk, maar eigenlijk telt het pas echt als je het ook gewoon gaat doen. Maar dit is dus een beetje, wat is het probleem en wat is de oplossing? Het probleem is dat de wereld een beetje veranderd is de laatste 15 jaar. Iedereen die zich in de jaren 90 kan herinneren hoe het was om een vliegtuig aan boord te gaan en hoe dat nu is, is dat verschil misschien wel eens opgevallen. Dat je mag geen drinken meer meenemen en schoenen moeten uit en iPads en allemaal dat soort dingen. En het is een beetje vreemd allemaal aan iedereen die ook een heel klein beetje kan nadenken en dat af en toe 10 minuten doet. Die kan ook zien dat het allemaal helemaal niet echt helpt voor de veiligheid, maar dat het wel allemaal mensen van banen voorziet en dat we heel veel dure scanners kunnen verkopen. En ja, waar het nou echt goed voor is, dat is nooit zo helemaal duidelijk. En dat geldt voor de meeste van dit soort dingen. De wereld is erg aan het veranderen, maar daar worden we niet echt goed over geïnformeerd in mijn optiek. Tenminste, als je wereldbeeld ontleent aan gewone broadcast, tv-media, dan mis je wel eens even iets, zeg maar. Gelukkig, de meeste van ons die halen denk ik ook wel een deel van onze informatie van het internet en daar is het dan iets minder erg. Dit is een echt screenshot van een echte Fox News tv-uitzending ten tijde van de revolutie in Egypte. Waar het Fox News publiek wordt uitgelegd waarom het zo eng is als de Muslim Brotherhood in Egypte aan de macht komt. Want dat zou toch maar eens de hele machtsbalans in het Midden-Oosten kunnen verstoren. Je zou kunnen geloven dat de honderden mensen die werken bij Fox News op hun nieuwsdesk allemaal niet weten waar Egypte ligt. En ook allemaal niet even in Google Maps kunnen vinden waar Egypte ligt. Of het zou kunnen zijn dat het doel van Fox News niet langer is om nieuws te brengen, maar om mensen te desinformeren. Iedereen moet daar zelf maar zijn eigen analyse van maken, maar ik denk misschien wel dat laatste een beetje aan de hand is. En dat zou zo kunnen. Obama die ging afgelopen zomer naar Duitsland op bezoek. En wilde daar nog weer een Kennedy moment hebben voor de Brandenburger Tor. En die reis was al 6 maanden van tevoren gepland. En 2 weken voordat het plaatsvond, toen was er een meneer Snowden die met een USB-stick in zijn zak op het vliegtuig naar Hongkong stapte. Dus tegen de tijd dat Obama in Duitsland aankwam, toen stond het hele land in de fik, want iedereen was echt redelijk boos. Inclusief mevrouw Merkel, die is opgegroeid onder de Stasi-noos Duitsland en die heeft dus een wat actievere perceptie van wat het belang is van privacy dan de gemiddelde Nederlandse politicus. Dus dit plaatje ging in Duitsland redelijk viral rond een paar weken lang. En volgens mij kan iedereen het ongeveer volgen. Maar dit was een beetje het gevoel bij onze oostenburen. En op het plat gezegd, het probleem is dus inderdaad dat wat natuurlijk mensen in de IT-security scene, in de hacker scene al jaren vrezen, dat weten we nu dat dat ook echt technisch zo is, dat als jij dingen doet op Amerikaanse online diensten, welke dat ook zijn, maakt niet uit, dan wordt werkelijk alles wat je daar doet, tot en met je individuele muisbewegingen op de Facebookpagina, wordt live getracked. Ja, dus als je op Facebook boven het profiel van die vlam van de middelbare school hovert en je doet dat even langer dan je gemiddelde hovertijd, dan heeft iemand dat door, zeg maar. En die iemand, dat is dus een medewerker van een of andere dienst of een van de commerciële contractors die werkt nu voor die dienst. Of alle andere partijen die bij de data kunnen en dan weet je niet wie dat zijn. Want het is heel evident dat de NRC niet in staat is om zijn eigen data te beschermen. Daarom is meneer Snowden ook met zo'n berg naar buiten gewandeld. Dit is een beetje een probleem. Met wie deel je allemaal data als je dit soort dingen gebruikt? Dat weet je dus niet. Maar het is nooit meer een gesprek tussen jou en diegene met wie je aan het mailen of messagen bent. Er zitten altijd een paar miljoen Amerikanen met een security clearance in potentie live mee te kijken. Dit
Facebook-achtige dingen, weet je, er zijn heel goede redenen om het te willen gebruiken. Soms is het hartstikke handig. Maar realiseer je wel dat je gewoon geen privacy hebt. Ik bedoel, ook niet in het begin van privacy. Je hebt ook geen recht op privacy, gewoon niet. En als je dat accepteert, weet je, prima. Maar hou dat even in je achterhoofd. Dus het is een beetje zo dit, zeg maar. Ja, het is gratis. Ja. Ja, dat zeggen die varkentjes ook van de stal. Ja, een mooie stal, warm, gratis eten. Geweldig hier, weet je. Ja, totdat de slager komt natuurlijk. Maar totdat dat moment is natuurlijk hartstikke prima. Dus dit is een beetje... En dat geldt dus niet alleen voor Facebook, maar voor al die dingen. Hè. Als je er niet voor betaalt, dan ben je waarschijnlijk het product en niet de klant. Dat is een redelijk goede vuistregel voor dit soort diensten. Dus ik vergelijk altijd maar een beetje met dit spul. Omdat mensen zeggen, ja, maar Facebook is handig en leuk. En dat is ook allemaal waar. Er zijn dus heel veel praktische redenen om bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn of Twitter en al die dingen te willen gebruiken. Of een iPhone of nou ja, al die spullen. En ik vergelijk het maar een beetje met dit. Dit is asbest. Dat is een bouwmateriaal. En asbest is ook heel erg handig. En er zijn ook heel goede redenen om asbest te willen gebruiken om dingen van te maken. Het is goedkoop en het is brandwerend en het is slijtvast. Dus er is een hele lijst goede redenen om eigenlijk heel veel dingen van asbest te willen bouwen. Alleen is er één reden waarom we dat niet meer doen, dat is namelijk je krijgt er kanker van. Wat bouwkundig gezien totaal irrelevant is, maar in de bredere kader toch wel relevant. En zo is het ook een beetje met Facebook. Er zijn hele praktische redenen om de Facebooks en de Twitters te willen gebruiken. En er zijn een paar meer ja, principiële redenen zeg maar, om het niet te willen. En nou ja, je moet een beetje een afweging maken van, wil ik mij begeven in digitaal asbest? En in mijn optiek zijn de meeste van die systemen moeten eigenlijk alleen gebruikt worden door professionals met beschermende kleding aan. Net als asbest. Maar wat we nu dus digitaal doen, dit is hoe we bouwden in de jaren 60, zeg maar. En hopelijk gaan we beter leren. Wederom wat al vermoed werd en waar al jaren over werd gediscussieerd, maar wat nooit bewijsbaar was, is dat dit soort systemen gewoon fundamenteel en ook onherroepelijk en onherstelbaar lek zijn. En dankzij meneer Snowden hebben we nu dus gedetailleerd documentair bewijs vanuit de bron zelf. In dit geval de NRC, die gewoon zegt van ja, een iPhone is gewoon, als hij uit de doos komt, 100% owned by the US government. Dus jij denkt dat je een telefoon koopt, maar het is niet jouw telefoon, het is een mobiel spionageapparaat waar jij mee mag bellen. Maar de primaire functie is als monitoring en afluisterdevice, zeg maar, alleen jij betaalt de hardware. Er is afgelopen december in Hamburg op de CCC een presentatie gegeven van interne documenten waarin de NRC zelf zegt deployment succes van afluistermethodieken op iDevices, 100%, deployment kost $0. Dus dat betekent letterlijk een iPhone, daar zit al de afluistersoftware ingebouwd als jij hem uit zijn doosje haalt. En het enige wat de NRC hoeft te doen om jouw individuele telefoon te monitoren. En wat betekent de camera's aan te zetten als zij het willen, de microfoon aan te zetten als zij het willen, de GPS uit te lezen als zij het willen, enzovoort, enzovoort. Dat is een knop om te zetten, softwarematig. Maar de software zit al in de iPhone, want die moet Apple gewoon meeleveren. En hetzelfde geldt waarschijnlijk voor de meeste Android-telefoons en voor Windows-PC's en voor nou ja, al dat soort apparaten. Een aantal mensen die zich daar tegen verzetten en die... Kopen een tweedehands ThinkPad X60 laptop en slopen daar de speakers, de microfoon, de wifi, de bluetooth uit en de harddisk uit. En doen er een USB-stick in met een gehackte Linux versie die helemaal in standje paranoia staat. Voor die mensen heeft de NRC een aparte oplossing, dat heet de TIO, Tailored Access Operations. Die kleine percentage groep die zich verzet, daar zijn allemaal speciale middelen en tools voor om zwaar beveiligde systemen toch nog uit te kunnen lezen. En dat gaat zover als het richten van microgolfstraling op die persoon, als die achter zijn laptop zit. En daarmee de elektromagnetische omgeving om die mens heen beïnvloeden, zodat je dan alsnog het scherm kan uitlezen of de toetsenbordaanslagen kan uitlezen. Dus dat klinkt allemaal redelijk ultra-paranoia en science fiction. En als je dat een half jaar geleden had gezegd, dan werd je gewoon vergeten verklaard, hè? Dan was je een alihoedje. Maar nu weten we dus wederom uit NRC interne documentatie, waar ze heel met trots vertellen dat in Syrië en Afghanistan en andere landen waar we actief zijn, daar gebruiken we dit soort middelen om mensen af te luisteren die, nou ja, die niet een iPhone hebben, die we gewoon automatisch kunnen afluisteren. Dit is een ander product, dat is Cotton Mouse. Cotton Mouse is een chip die wordt ingebouwd in een USB-stekker. Dus dan heb je de hele 55 PC, dan denk je of je laptop, en dan is het goed. Maar ja, je koopt wel gewoon je printer via Amazon, want dat is handig en goedkoop.
Nou ja, jij koopt dus je print op Amazon, dus het is bekend wie jij bent. En als jij belangrijk bent, je bent een journalist of politicus, dan wordt dat pakje dus even herrouteerd via een NSA of CIA black site. Dan wordt de USB-kabel die standaard bij de printer zit vervangen door een tailored USB-kabel met een chip erin. Of het is een batterijpaneel van je laptop of dat soort dingen. Dan worden dit soort chips zitten dan in. En die moment dat je dus deze USB-stekker in een computer doet, dan ja, is die computer daarna onder controle van een buitenlandse entiteit. En die chip die zendt toetsaanslagen uit als radiosignaal of andere data. Dus dit zijn de voor de speciale gevallen methoden, zeg maar. Dus het is allemaal redelijk, dit is nog eigenlijk veel erger dan mensen zelfs een paar jaar geleden hadden durven vermoeden. Dus die mensen met die aluminiumhoedjes, die waren zo gek nog niet. Want ja, het is dus inderdaad zo dat een kilowatt microgolfstraling gericht op jou van een afstand van 5 kilometer. Nou, de gezondheidseffecten daarvan, dat weet je niet precies, maar dat is vast niet. Het is gewoon de straling van de golflengte van een magnetron, hè, daar praten we over. Iedere keer dat we dus nieuwe documenten nu krijgen, dan blijkt het nog weer een tandje bizarder te zijn dan we zelfs een jaar geleden hadden durven dromen in onze ergste nachtmerries. En we hebben natuurlijk maar nog een heel klein setje documenten gezien van de waarschijnlijk meer dan een miljoen die door meneer Snowden zijn meegenomen. Dus de beste is yet to come, zeg maar. Maar met wat we nu al weten is het al redelijk bizar. Dit is de centrale commandokamer van de National Security Agency. Is een generaal, hè, die staat aan het hoofd van de National Security Agency, die heeft 400.000 mensen onder zich werken. En die heeft een Hollywood set designer ingehuurd met een vrij ongelimiteerd budget om voor hem deze digital war room te maken. Ik vind hem prachtig en ik denk dat als ik 12 was geweest en ik had een budget van 100 miljoen, dan had ik ook zo'n ding laten bouwen thuis. Hè? Maar ik heb toch ook het idee dat als je eenmaal een jaar of 16, 18 bent, dat je een zekere emotionele volwassenheid moet bereiken waarin je dit niet meer doet. Maar de NSA, jouw budget tussen de 70 en de 80 miljard, 400.000 medewerkers, global reach, wordt dus geleid door mensen met de emotionele volwassenheid van een 14-jarige start-up fan. Dit is ons probleem, zeg maar. En nou, dan denk je, maar ja, die gekke Amerikanen, die waren altijd al een beetje weird. In Europa echt, doen we er niet zo aan. De EU is al sinds 2000 bekend met de schaal van spionage van de NSA. Het eerste rapport was uit 1999. Het eerste samenvattende rapport aan het Europese parlement is uit de zomer van 2001, waar niet alleen het probleem beschreven werd, maar ook de oplossing. En de oplossing is: leer alle Europese burgers op de middelbare school hoe ze e-mail moeten encrypten. Gebruik open standaard en gebruik open source software. Bouw niet je Europese kritische data-infrastructuren op buitenlandse technologie. Eigenlijk hele common sense dingen, waarvan we nu dus weten dat het common sense is, heeft de EU al in juli 2001, zeiden ze al van ja, dat lijkt ons wel een goed idee in het licht van de NSA-spionage die toen aan de hand was. Dit was dus allemaal nog voor 9-11. Juli 2001, een rapport kwam, wordt gelezen, vervolgens is het zomerreces en ging het hele Brussel, ging iedereen lang met de zomervakantie. Ja, toen was het september en toen gebeurde er iets in New York, onder andere. En daarna is het rapport een beetje vergeten helaas en nu zijn we dus 13 jaar verder en komen we er nu eens achter dat als we nou 13 jaar geleden de aanbeveling van dat rapport hadden opgevolgd, dan had Europa zich niet alleen waarschijnlijk ongeveer $1,000 miljard aan softwarelicenties bespaard, die we in die periode hebben uitgegeven als Europa, maar dan waren we ook een stuk minder lek en nu zijn we dus volledig lek op dit moment. In de tussentijd is er heel veel, vaak in heel veel Europese landen geroepen van joh, ga nou eens doen wat in dat 2001 rapport stond. Maar er is eigenlijk toch vrijwel niets mee gedaan. En zeker in een land als Nederland is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de middelbare school af te maken zonder een computer te hebben waarvan we nu weten dat die volkomen lek is en dat dat ook by design zo is. En iedere Windows-computer, een laptop, die webcam daarin, die kan remote worden aangezet. Dat weten we nu gewoon dat dat zo is. Dat is niet langer een discussie. Dus onze overheden, ook in Europa, zijn... Ja, het meest genereuze wat je ervan kan zeggen is dat ze volledig incompetent zijn gebleken in het beschermen van onze privacy. He, wat gewoon artikel 8 is van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 12 van de Nederlandse Grondwet. Dus dat is niet helemaal onbelangrijk, zou je zeggen. Maar het is tot nu toe geen beleidsprioriteit geweest. En in Nederland is het natuurlijk zo dat cybercrime wordt vooral gezien als een probleem wat we moeten bevechten met heel veel wapens. Tegen die enge mensen uit Oost-Europa die onze banken willen legeroven. Maar wat we niet moeten bevechten door de gemiddelde burger
gewoon op te leiden in het verstandig softwaregebruik. Of door gewoon mensen op de middelbare school te leren hoe een URL van een website in elkaar zit, zodat je snapt dat helpdesk.rabo.ru, dat je daar beter niet op kan inloggen, want dat misschien niet de Rabobank site is. De gemiddelde Nederlandse internetgebruiker die weet dat niet. En waarom weten ze dat niet? Ja, het wordt niet onderwezen. Het wordt gewoon niet onderwezen in onze scholen. Mensen worden niet echt iets over computers geleerd. Hè. We leren briefjes tikken in Microsoft Word. Ondertussen is er dus wel heel veel geld voor een National Cybersecurity Center, die dan schijnbaar achter de boeven aangaan enzovoort. Ja, zonder enig succes tot nog toe. Maar ja, ik heb altijd een beetje het idee van, zolang wij in Nederland in zeg maar een digitaal glazen huis wonen van allemaal lekker computers, dan is het gooien met stenen misschien niet zo'n goed plan. Dus al die Nederlandse defensieplannen over offensive cyber warfare, terwijl zeg maar, de sluizen van Amsterdam het factory password hebben van Siemens in de industriële controller en door Windows XP computer bestuurd worden, het lijkt mij persoonlijk niet zo'n goed plan, maar dat gaan we nog een keertje meemaken. Nou, dit is een beetje, zoals ik het zie, de scope of the problem. Vrijwel alle computersystemen die we hebben in dit land, die zijn te voorkomen lek. En er is ook heel weinig aan te doen op dit moment om die echt weer enigszins betrouwbaar te maken tegen een serieuze aanval. Dus nou wat. Keep calm and fight back. Niet bij de pak neer gaan zitten. Er zijn simpele dingen die we allemaal kunnen doen die ieder individuele ding lost niet het grote probleem op, maar al die dingen bij elkaar wel. Het is net als een milieuprobleem. Ja, als jij je batterij niet in de GFT-bak gooit, dat redt niet het hele aardse milieu. Maar als we allemaal het niet doen, dan helpt dat wel een beetje. En al die kleine beetjes bij elkaar, die helpen dus wel. Het energiebudget is, dat wij weten, nu is 78 miljard. Dat is een dubbeltje per westerling per dag. En met dat geld monitoren ze ons dus allemaal vrijwel volledig. Waarom? Omdat wij bijna al onze data gewoon gratis weggeven. We tikken gewoon alles in de Facebooks en de Googles en de Gmails. Dus we geven het gewoon gratis weg een keer tekst. Dus ja, dan is het monitoren heel goedkoop. En we moeten dus wat kleine dingetjes gaan doen met z'n allen om de monitorkosten per westerling van een dubbeltje per dag op te schroeven naar $10.000 per dag of $100.000 per dag. Dat kunnen we vrij makkelijk doen. En als de meesten van ons dat doen, dan gaan er dus heel veel meer middelen in zitten in het monitoren van ons. Iedere dollar die de NRC uitgeeft aan het proberen om mijn encryptie te kraken, die dollar hebben ze niet om de journalisten die het echt nodig hebben, de Glenn Greenwalds van deze wereld, om die het leven zuur te maken. Het is gewoon death by a thousand cuts. Als we allemaal op dat niveau opereren, dan wordt het voor de NRC onmogelijk om het niveau van monitoring te doen wat ze vandaag doen. Tenzij ze hun budget heel erg gaat verhogen, maar op een gegeven moment is het meer dan het bruto nationaal product van de VS. Dus dan, het gaat op een gegeven moment omvallen. Dus we moeten gewoon een beetje dit soort dingen doen. Iedere individuele maatregel is niet perfect en beschermt jou niet ultiem tegen een volledige aantal van de NRC. Maar als heel veel mensen dit doen, dan wordt het wel ontzettend veel moeilijker voor clubs als de NRC en alle andere clubs, inclusief de Oekraïnse maffia, om vervelende dingen te doen met jouw computer. Het begint al bij, zet niet je data op plekken waar de Patriot Act geldt. Dus als je op een .com, .org.net domein opereert, maakt niet uit van wie de server is en in welk land die staat. Amerika zegt, alles wat draait onder dit top-level domein is Amerikaans grondgebied, daar geldt dus de Patriot Act. Dat betekent dus dat als wij er iets mee willen, dan doen we dat gewoon en daar hoeven we geen gerechtelijke toetsing voor te vragen of allerlei andere lastige democratische interventies. Ik hou zelf dus wel van deze domeinen. CA, Zwitserland, NL, Duitsland heeft een redelijk stevige grondwet. Ja, de Nederlandse grondwet, die is ongeveer zo stevig als een natte krant. Maar goed, het is wel ietsje beter dan dat je onder de Patriot Act opereert. Maar ik denk zelf dat Duitsland en Zwitserland zijn de twee stevige landen om dingen te draaien en ook fysiek je server neer te zetten. Want dan val je dus onder hun grondwet en die is redelijk stevig. Zweden niet? Nee, Zweden is volledig overgenomen. Was ooit wel een modern progressief land, maar is nu echt gewoon formeel geen lid van de NAVO, maar verder. Karl Rove is nu de belangrijkste adviseur van het minister van Buitenlandse Zaken daar, meneer Bildt. Ja, dat was onder Bush, dat was zijn bijnaam de Lord of Darkness. Dus het is ongeveer, Zweden moet je volgens mij niet vertrouwen op dit moment. Het is heel treurig, maar. Zo, maar ik doe maar VPN via Wolfgang, maar dat is ook niet verstandig, denk ik meer. Nee, ja, ik wil zelf persoonlijk heel weinig te maken hebben met Zweden op dit moment. Ik probeer ook IKEA en zo een beetje te boycotten. Zweden is ook op dit moment de reden dat Julian Assange al 2 jaar in de gevangenis zit zonder dat hij
enige concrete wet heeft gebroken in enig land. Of dat er zelfs maar een concrete aanklacht tegen hem is van iets. En toch zit hij al 2 jaar effectief gevangen. En dat is dus met dank aan Zweden. En Zweden heeft dat niet zelf bedacht. Die hebben gewoon instructies gekregen uit een ander, wat groter, belangrijker land, zeg maar, met wat meer macht. Als je een veilig systeem wil hebben, dan begint dat bij de hardware zelf. Ik ben zelf oud-IBM'er, dus heb een beetje een persoonlijke voorkeur voor ThinkPads, want die gebruik ik al sinds midden jaren 90. Het fijne van deze apparaten is, je kan ze zelf op je keukentafel netjes gecontroleerd openschroeven en cruciale onderdelen verwijderen of vervangen. Dat vind ik zelf heel erg handig. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een Bluetooth chip eruit kan schroeven. En, want als je zegt van hey, ik heb geen Bluetooth nodig, dan haal ik hem ook weg. Dan is dat geen veiligheidslek. Maar het belangrijkste begint bij hoe kom je eraan. Want ook wederom, als je deze dus online bestelt, ja, dan zeg je dus tegen een of andere online retailer die misschien niet zo goed beveiligd is als jij wil. En allerlei partijen die ertussen zitten, inclusief een Amerikaanse creditmaatschappij, die specifieke laptop wordt mijn laptop de komende 2 jaar. Ja, dat is dus niet handig. Dus een betere manier om aan een laptop te komen is op een anonieme manier te surfen, daarover zo meteen meer, naar een winkel waar ze de laptop hebben die jij hebben wil. En er dan op een dag heen gaan met cashgeld in je binnenzak en hem te kopen. En dus niet van tevoren de winkel op te bellen en zeggen van heb je die laptop voor me, maar gewoon door de deur naar binnen lopen met geld in je binnenzak en zeggen ja mag ik die doos, dankjewel. En dan het eerste wat je inderdaad doet volgens mij is de harddisk waar Windows op geïnstalleerd staat eruit halen. Eventueel de Bluetooth chip eruit halen, misschien zelfs de wifi chip eruit halen. Ja. Iedereen moet zelf bepalen hoe ver je daarin wil gaan, maar ik haal meestal dat soort dingen eruit en vervang ze door een andere die niet administratief zeg maar verbonden is met die laptop. Zodat je het een beetje moeilijker maakt om te volgen welke laptop dat is als jij met wifi aan een publieke hotspot gaat hangen. Dat is stap 1. Ja, dan moet je de software hebben waarvan je kan weten wat hij doet. Open source software, of beter gezegd free software. Free as in freedom, niet alleen free as in gratis, dat is ook handig. Maar dat is software waarbij je niet alleen de binaire code krijgt, maar je krijgt ook de programmeercode die oorspronkelijk geschreven is door de programmeur. Zodat je kan checken, of dat iemand kan checken, iemand anders dan de leverancier, dat die software dus ook doet wat het moet doen en niet dat er allerlei gekke achterdeurtjes in zitten. Wederom vanaf zeg maar, nou ja, zeker eind jaren 90, toen Windows computers met encrypted kanalen terug begonnen te praten naar het moederschip vanaf thuis. En begonnen mensen al te vermoeden van hey, het is misschien niet alleen maar Microsoft, maar misschien doet de Amerikaanse overheid hier wel gekke dingen met onze pc's. Ja, we kunnen het niet bewijzen, maar we kunnen ook niet bewijzen dat het niet aan de hand is. Nou ja, nu weten we dus dat dat inderdaad zo is en dat dat waarschijnlijk inderdaad al sinds de eind jaren 90 standaard functionaliteit is in de meeste Amerikaanse bedrijfssoftware. Met de software waarvan je zelf kan weten wat het doet, kan je dit dus voorkomen. En dat is op dit moment ook de enige soort software die we misschien kunnen vertrouwen. Het is niet altijd de meest sexy software, soms is het een beetje ruw. Maar het wordt steeds beter. Dit is Ubuntu Linux. Bijvoorbeeld, ziet er tegenwoordig redelijk sexy uit. En de gewone huisstijl en keukendingen die de meeste mensen met computers doen, kan je hier prima mee doen. Presentatie geven, video editing, websites bekijken, teksten werken, spreadsheeten en allemaal dat soort zaken kan je prima doen. Mijn schoonmoeder van 65 gebruikt ook gewoon Ubuntu Linux en kan daarmee encrypted mailen. En die is helemaal niet technisch, maar als je even laat zien, hier moet je klikken, daar moet je klikken, dan kan ze daar prima mee uit de voeten. Er zijn heleboel andere versies van Linux, er zijn ook veel lastige versies om te installeren die veel nog zwaarder beveiligd zijn. Maar dit is denk ik een hele goede instapper voor mensen die daarvoor misschien nooit iets anders hebben gezien dan een Windows en of een Mac machine. En omdat het dus gratis is, is het heel makkelijk om het even gewoon te proberen. Weet je, het kost niks. Je kan altijd even testen. Een heel simpel ding dat iedereen kan doen is verschillende webbrowsers gebruiken. Om iets minder sporen achter te laten op internet. Wat ik standaard doe is, ik heb minstens 3 webbrowsers en dan nog een heleboel in de achtervang voor speciale toepassingen, maar 3 standaard. Ik heb de open source versie van Google Chrome, het Chromium. Er zijn een aantal van de Google achterkant koppelingen, die zijn er uitgesloopt. En die gebruik ik voor social media achtige dingen. Plekken eigenlijk waar ik toch al weet dat ik geen privacy heb. Dus Facebook, waar ik af en toe op moet omdat ik lesgeef in Amsterdam, waar een onderwijsinstituut Facebook gebruikt als digitaal klaslokaal. Twitter, LinkedIn, nou ja, al dat soort plekken zeg maar die je af en toe toch maar gebruikt moet gisteren tegen zin. En waarvan je toch al weet dat je geen privacy hebt, die cluster ik dus allemaal hier, zeg maar. Dus die browser, die lekt al data over mij, nou ja, oké. Okay. Dan heb ik Firefox met flink wat plugins erin, met uitbreidingen om flink wat dingen te blokkeren en om mij wat moeilijker traceerbaar te maken. En hiermee zoek ik
mijn bedrijfsintranet, wikis, nieuwsites, nou ja, de bulk van mijn dagelijkse werk, zou ik maar zeggen. En dan heb ik nog de Tor-browser. Dat is eigenlijk een clone van Firefox met een heleboel spullen eruit gesloopt. Hij kan bepaalde dingen niet, zoals videostreaming, dus YouTube kijken, gaat niet of nauwelijks. Maar deze is wel heel erg vaak beveiligd en maakt het mogelijk om anoniem te surfen. Dus degene wiens website ik bezoek en allerlei mensen tussen mij en die webserver in, kunnen niet zien dat ik het ben die op dit moment de Wikileaks site aan het afgrazen is. En nou, dat is wel een aardig idee. Dus ook wederom, als ik dus een nieuwe laptop ga kopen, dan gebruik ik dus de Tor-browser om de website van de winkel te bezoeken waar ik die laptop ga kopen, zodat zij niet kunnen zien dat ik het ben die daar aan het kijken is. De enige vraag is natuurlijk van wie is de exonoten? Het is niet perfect. Nee, maar geen van deze systemen zijn perfect. Maar het zijn allemaal layers of defense. Het is net als zeg maar een beter slot op je voordeur of een stalen voordeur. Kijk, als het SWAT-team echt naar binnen wil, dan haalt je dat niet tegen. Maar een heleboel andere dingen hou je er wel mee tegen. En het gaat dus om het stapelen van defensieve maatregelen die allemaal een stukje bijdragen. Niks van wat ik hier vertel beschermt jou perfect tegen een full-on op jou gerichte aanval van een landachtige entiteit of zeg maar een bedrijf dat even groot is als een land. Ik bedoel, de economie van Shell is ongeveer even groot als Denemarken. En ga er maar vanuit dat hun security department ook ongeveer evenveel capabilities heeft als dus een middelgroot NAVO-land. En by the way, geen democratisch toezicht en dat soort onzin, dus die gasten kunnen een stuk flexibeler opereren. Hoe Tor werkt is, jij bent hier aan het webbrowsen en je wil naar deze webserver toe waar iets op staat waar je iets van wil hebben. In plaats dat je dus direct een verbinding legt tussen jouw computer en jouw IP-adres, dat dus aan jouw naam potentieel kan hangen. En die webserver gaat het via een aantal andere computers. En elk van die computers die kan alleen maar de vorige en de volgende zien, maar niet daarbuiten. Dus deze computer die kan die zien, maar niet die en helemaal niet die. En die computer die ziet wel die en wel die, maar niet die en ook helemaal niet die. En op die manier is er een zekere mate inderdaad van beveiliging. Het probleem is inderdaad altijd wie is degene die die computer runt. Dat is dan weer het nieuwe probleem. En ja, we weten nu ook inderdaad dat de NRC die runt ook een aantal van dit soort systemen. En die hopen dan dat ze daar dan toch weer wat data kunnen verzamelen. Daarom moeten dus ook meer mensen dat soort servertjes gaan draaien. En dat gaat in de toekomst ook makkelijker worden dat mensen gewoon een klein apparaatje thuis kunnen hebben van 30, 40 euro. Zodat we allemaal zo'n servertje kunnen draaien. En als er dan al miljoenen over de wereld zijn, dan wordt het al weer een stuk lastiger om jou te volgen. Hoe is Team Heidi Klein dan om actie te kunnen opbouwen? Dat weet ik niet eens hoe ze dat precies gedaan hebben. Maar ik denk dat dat gewoon de meneer van Silk Road gepakt is. Dat was geen technische hack, dat was gewoon zijn eigen onvoorzichtigheid. Dus meestal tegenwoordig als criminelen worden gepakt, dan is dat omdat ze tegen iemand hun mond voorbij praten. Of omdat ze gewoon ergens een computer hebben die niet beveiligd is. Met zijn slechte wachtwoorden. Maar vaak al gewoon omdat ze hun mond voorbij praten. Omdat ze met al hun verdiende geld de kroeg in gaan en dan gewoon een te grote mond hebben. Dat soort low-tech middelen. Volgens mij had hij een man van zo'n grote creditcard. Het is meestal gewoon menselijke onvoorzichtigheid dat mensen tegen de lamp laat lopen. En is niet door de toren heen? Nee. Hoewel in theorie is het ook wel mogelijk om dat te doen, maar de middelen die daarvoor nodig zijn, die zijn extreem. En wederom in een interne NRC-document staat ook dat mailencryptie en Tor, dat zijn de twee dingen, dat is hun nachtmerrie. Omdat ze daar dus niet zomaar in kunnen. Maar zeggen ze dan meteen bij, gelukkig zijn de meeste eindgebruikercomputers zo slecht beveiligd dat we dus die wel kunnen hacken. Dus het doelwit is ook nooit encryptie, want daar kunnen ze bijna niet doorheen. Maar de meeste endpoints, de pc's, de laptops, de smartphones. En die zijn over het algemeen zo voorkomen lek dat, ja, weet je, kijk, je kan wel je mails encrypten als jouw laptop gewoon lek is. En ook gewoon ja, verborgen communicatiekanalen heeft met Microsoft.com, wat dus doorrapporteert aan de NRC. Ja, dan heeft mail encryptie niet zoveel zin. Nou, een van de makkelijkste manieren om dus computers te kraken, dat is dit soort behulpzame mailtjes. Kijk, ik heb geen Nederlandse bankrekening, dus ik weet heel zeker dat dit onzin is. Je moet dus een mailprogramma hebben wat, als je hier even met je muis boven hangt, dat je dan kan zien, oh kijk, dit is een gekke Braziliaanse site. En dus niet echt de ING. Nou heb ik ook geen ING bankrekening, dus ik weet wel dat het onzin is, maar hier kan je toch even checken. Ja, dit wordt nog steeds heel veel gedaan. We hebben allemaal misschien wel eens in de familie een gevalletje gehad van
een tante of een oma of misschien zelf een keer slachtoffer geweest. Soms zijn die mailtjes ook veel meer persoonlijker. Hè? Dus de geavanceerde aanval is tegenwoordig het besturen van jouw social media profiles. En dan een geïndividueel toegespitst mailtje met de aanbieding van de baan die je echt wil. En dan denk je, oh, een LinkedIn contact, een klik en boom. Iemand neemt je computer over of er gebeuren andere gekke dingen. Dus ja, een beetje mailtjes die iets te goed uitkomen. Hè? Ook mailtjes waarbij de loterij hebt gewonnen, waarvan je niet wist dat je eraan mee hebt gedaan. Is waarschijnlijk iets anders. Niet al je gegevens invullen. Het standaard beveiligingsmechanisme voor allerlei dingen, of het nou toegang is tot je laptop of pc, of je e-mail-encryptie, of online accounts tot allerlei dingen. Goed beschermen met wachtwoorden, en dus niet 4 karakter wachtwoorden, maar iets meer. Er wordt nog steeds heel veel fout gedaan. Mensen doen hele ingewikkelde dingen, maar nemen een te kort wachtwoord, hè, maar doen dan allemaal dingen met underscores en zo. Mijn idee is dat je beter gewoon een aantal gewone woorden kan nemen. En dan een wachtwoord hebben van een karaktertje of 20. Een paar goede die je in je hoofd bewaart. En een heleboel die minder belangrijk zijn, die je ook niet hoeft te beschermen tegen de NSA. Die kan je gewoon met een password manager op je computer hebben. Dus bijvoorbeeld mijn wachtwoord van mijn LinkedIn account, van mijn Amazon account, van mijn Facebook account. Die hoef ik niet te beschermen tegen de NSA, want de NSA kan aan de achterkant op de server toch wel kijken. Weet je, dus mijn Amazon account moet ik beschermen tegen de Oekraïnse maffia, want mijn Amazon dat hangt aan mijn creditcard en ik wil niet dat die gasten ermee vandoor gaan. Maar ik hoef hem niet te beschermen tegen de NSA, want als de NSA mijn Amazon account wil, dan gaan ze aan de achterkant gewoon naar binnen bij Amazon. Op de server. En dan bellen ze Amazon en zeggen ze, geef ons even toegang tot die database. Dan. Dus er zijn een paar belangrijke wachtwoorden. Toegangswachtwoord van mijn laptop. Dat ontsleutelt ook de versleuteling van mijn harddisk. Dus dat is een belangrijk wachtwoord. De versleuteling van mijn e-mail-encryptie, dat is een belangrijk wachtwoord. Nou, misschien zijn er nog 1 of 2. En de meeste andere, gebruik ik gewoon een hele lange reeks van random karakters. En die onthoud ik niet zelf. Maar eigenlijk een programmaatje als LastPass of KeePassX of dat soort dingen. En die kunnen gewoon al die 200 andere wachtwoorden voor je onthouden. Ja, dit is hoe het in de praktijk gaat. Ontzettend handig. In algemeenheid kan je zeggen in Nederland dat in de strijd tussen convenience en security wint convenience altijd. En daarom is Nederland ook over het algemeen volkomen lek. Maakt niet uit waar je kijkt. Met uitzondering van een paar banken en het ministerie van Defensie, onderdelen daarvan. Maar verder is vrijwel alles in Nederland gewoon echt helemaal hopeloos lek. De meeste industrial controllers die de liften van ziekenhuizen bedienen, of de sluizen die de stad Amsterdam schoonhouden, die hebben het wachtwoord wat Siemens er in de fabriek in staat en waarvan in de handleiding ook staat dat je het moet vervangen naar installatie. Maar dat gebeurt bijna nooit. En die hangen dus gewoon aan internet. Dus nou, als iemand een keer lol wil hebben met die sluizen, dan moet je gewoon even gaan googlen en daarmee aan de slag gaan. Maar google dan wel met Tor, want dan kunnen ze je niet laten vinden. Hè. Dat is even slim doen. Naast Tor, dus het andere ding om e-mail, wat we denk ik allemaal, tenminste ik leef ongeveer in mijn e-mailbox. E-mail-encryptie is heel effectief, mits goed gebruikt. En ook niet te kraken, wederom zegt de NRC zelf. Dus in hun interne documenten die niet voor publicatie bedoeld waren. Als 2 mensen willen e-mailen, als je normaal een e-mailtje stuurt, dan gaat het tussen jouw computer en de computer van die ander door dozijnen andere computers heen. En ja, het is gewoon alsof je een postbrief, een briefkaart verstuurt. Het is gewoon open. En je weet dus niet hoeveel mensen mee kunnen lezen. Behalve dat we nu dus weten dat als je Gmail verstuurt. Als je aan het typen bent in Gmail, dus nog voordat je op zend drukt, heeft de NRC al een kopietje. En dat wordt dus ook geanalyseerd en vergeleken met andere dingen. Als je een encryptie gebruikt, dan heb je een sleutelpaar. Een private sleutel die blijft op je laptop en gaat nooit met iemand anders heen. Die kan dus ook niet onderschept worden, omdat die niet verplaatst wordt over netwerken. En een publieke helft, en die 2 helften, die horen dus bij elkaar. En degene die dus aan jou wil versturen, die zoekt jouw publieke sleutel op internet. Of op je blog staat een link naar, of op een key server die algemeen beschikbaar is online. En die gebruikt die publieke key om een berichtje te versleutelen. En dan ziet het er ongeveer zo uit. En dan kan alleen de ontvanger die de bijbehorende private key heeft, dat berichtje weer ontsleutelen. En er is op dit moment geen bekende methode om dit te kraken. Niet met zeg maar, de hoeveelheid rekenkracht die we hebben op deze planeet of voor de voorzienbare tijd zullen hebben. Misschien over 30 jaar, als er een hele nieuwe generatie computertechnologie bestaat, dat het gekraakt kan worden. Maar voor de voorzienbare toekomst is dit veilig.
mits je laptop zelf veilig is. Nou, dat ziet er zo uit. Dan gaat het neusje dus zo over de lijn. In plaats van als gewoon tekst die we allemaal kunnen lezen. Maar de informatie wie het zendt, naar wie het gezonden wordt en het subject wordt niet versleuteld. Dit is gewoon, ja, e-mail is technologie uit de jaren 70. Dus het is gewoon een beperking van het ontwerp. Dus de inhoud van het mailtje wordt versleuteld, maar niet de metadata. En je moet dus ook even in je subject niet belangrijke informatie zetten. Sterker nog, zet er informatie in die extra verwarrend is voor misschien iemand die jouw verkeer aan het monitoren is. Dus als ik met mijn vriendin heen en weer meld, dan is ons onderwerp voor het mailtje heel vaak shoppinglist. En soms is het ook echt een shoppinglist, en soms ook niet. En de enige twee die dat weten zijn wij twee. Dus daar kan je leuke dingen mee doen. En nee, als je natuurlijk gewoon die mannen van de NRC een beetje wil pesten, ja, dan moet je gewoon even creatief worden. Hè. Dat kan ook, daar kan je leuke dingen mee doen. Dus nou, op allerlei platformen kan je dit doen. Ik heb zelf een voorkeur voor Mozilla Thunderbird als een mailclient. Omdat als ik dit aan mensen leer en ze zitten misschien vandaag op een Mac, dan kan Thunderbird daarop draaien of een Windows PC. Maar als ze dan hopelijk in de toekomst maar op iets als Linux switchen, dan werkt Thunderbird op exact dezelfde manier, want die werkt op alle platformen. Hey, iets als Outlook werkt alleen op Windows, iets als MailApp werkt alleen op Mac. Dus als je daaraan vast zit, dan zit je een beetje ook aan het platform vast. Dus ik vind Thunderbird wat dat betreft wel beter. Het is soms even wennen voor mensen die bijvoorbeeld MailApp gewend zijn, wat een prachtige polijste e-mailprogramma is, om naar iets als Thunderbird te gaan. En ook mensen die gewend zijn om gewoon in Google op de website te mailen, dan moet je even wennen. Maar nou ja, over het algemeen kunnen mensen dat wel in een uurtje leren, is mijn ervaring. En als het eenmaal geïnstalleerd is met een encryptie, dan doet de computer eigenlijk al het werk. Dus je merkt daar heel weinig van. Maar je moet het even aanzetten en dat kost even een beetje moeite. En nou ja, of je bereid bent om die 90 minuten erin te steken, ja, dat is even van hoe belangrijk je burgerrechten wil. Dus GNU.pg, dat is een stukje software om dus je mail, onder andere je e-mails te versleutelen. Die beschermt de inhoud van je berichten, maar ook de integriteit. Je kan dus met mailencryptie niet alleen de inhoud verbergen, maar je kan ook een digitale handtekening zetten onder het mailtje, zodat je weet dat degene die hem ontvangt, dat hij ook exact krijgt wat jij verstuurt. En dat het niet onderweg even de ja uit het teken vervangen wordt in een nee. He, wat nogal kan schelen als de vraag was, wil je met me trouwen of neem me een hond of nou ja, important life events. Dus de integriteit van de communicatie, dat het wat je zegt ook zo doorkomt en niet vermangeld wordt, is misschien wel net zo belangrijk als het verbergen van de inhoud, afhankelijk van wat je aan het communiceren bent. De Tor-browser die kan in ieder geval je locatie en je identiteit, mits je niet gaat inloggen met die browser in een bekende site waar je al bekend bent, kan je daarmee relatief anoniem zijn, maar inderdaad niet perfect, maar een hoge mate van anonimiteit. En OTR, off the record, dat is een chatsysteem, dus een vervanging voor Skype chat of Facebook chat en dat soort chatsystemen. En daarmee kan je de inhoud van je communicatie beschermen en, mits goed gebruikt, ook het feit dat je überhaupt aan het chatten bent. Dus dan kan je echt helemaal off the radar zijn. Maar dat vergt een zekere discipline van zeg maar, beide personen die het gebruiken. Maar dat is een redelijk solide systeem. Nou, en als je dan echt een standje paranoia wil opereren, dan is er een systeem dat heet Tails. Dat is een gestripte versie van Linux. Gratis software, je kan het tailsboom.org kan je het downloaden. Een file die zet je op met een procedure op een USB-stick. Ik raad zelf altijd een metalen aan, want die zijn wat robuuster. En die USB-stick wordt dan eigenlijk een complete PC. En je neemt dan een laptopje of een computer en je start hem op vanaf de USB-stick en niet vanaf de harddisk in de computer. Dat betekent dat als daar een harddisk is met een Windows virus erop of zo, daar heb je geen last van. En dan heb je dus een compleet geprepareerde computer die helemaal ontworpen is om externe aanvallen af te slaan. En dit is wat gebruikt wordt door nou ja, de serieuze journalisten, het team van Wikileaks, de mensen die ook goede redenen hebben om aan te nemen dat een nationale overheid hem probeert aan te vallen en hun systemen probeert te hacken. En als je het nu slim doet, dan heb je per project, bijvoorbeeld wat je doet als journalist, heb je een aparte USB-stick voor communiceren met die bron en voor communiceren met die club. En op die manier kan je het dan heel moeilijk maken om jou te volgen. Dit is een login die je doet en dan kan je een dingetje aanzetten. Activate Microsoft Windows XP Camouflage. En het is dus Linux, maar dan ziet het eruit als Windows XP. En dat betekent dat als je dit bijvoorbeeld in een internetcafé gebruikt, dan val je dus niet op de hè, want voor gekke hacker desktop heb jij. Ja, je ziet er gewoon uit als een toerist die gewoon zijn mail aan het checken is.
Onder de motorkap zit dus zwaar bewapend Linux, maar het ziet eruit als iets heel onschuldigs. Zijn er al aanvallen van NSA en conflicten? Er zijn geen known workable attacks hierop. Wat niet gegarandeerd betekent dat het perfect is, maar ja, er zijn flink wat serieuze journalisten, activisten, burgerrechten, advocaten, mensenrechten, werkers in serieus Engeland in de wereld, die hangen dus met hun leven hier aan en so far so good. Wat niet betekent dat er soms niet vervelende dingen gebeuren, maar ja, dat is dan meestal meer een menselijke fout. Het is altijd de combinatie van de goede technologie en de discipline om het correct te gebruiken. Maar mits goed gebruikt zijn dit hele betrouwbare systemen. Ja, dus burgerrechten, use it or lose it, net als met ieder ander ding. Als je niet af en toe dus een beetje moeite doet om je burgerrechten te houden, dan word je ook op een ochtend wakker en dan heb je ze niet meer. En als je het burgerrecht privacy niet meer hebt, dan wordt het bevechten van al die andere burgerrechten ook heel erg moeilijk. En wat we nu digitaal aan het inrichten zijn wereldwijd, dat contestatie van het Oost-Duitse, die konden daar alleen maar van dromen. Het feit dat je bijna iedereen perfect kan volgen en dat de hoeveelheid menskracht die dat kost heel beperkt is. Dat je dus met één organisatie met een paar honderdduizend mensen, een paar miljard aardbewoners, nou echt tot in detail in hun leven kan volgen. Iedere klik die ze doen, iedere financiële transactie die ze doen, waar ze zijn, bij wie ze in de buurt zijn, wat er gezegd wordt, alles kan je weten. En in Oost-Duitsland was 1 op de 5 Duitsers stond op de landlijst van de Stasi als informant. Nou ja, wij hebben allemaal gewoon iPhones. Dat is een stuk makkelijker. Dus ik denk dat we daar ons actief tegen moeten verzetten. En dat is dus een verzameling van gedragingen en het gebruik van technologie. En ook vooral het soms niet gebruiken van technologie, van bepaalde soorten technologie. En ja, als we dat niet doen, dan krijgen we daar op een gegeven moment wel spijt van. Maar als we wachten tot dat punt is, dan is het dus te laat. Dat is het lastige hiermee, dat je moet van tevoren het doen als het probleem nog niet helemaal zichtbaar is. En dat is ook wat het zo taai maakt. Dus er zijn in Nederland hackerspaces en andere plekken waar je hierover verder kan praten voordat je licht kan worden. En je kan naar cryptopartners gaan om de praktische dingen te leren. Dat raad ik ook niet eraan. Er is hier in Twente ook een hackerspace. Ik ben zelf lid van de hackerspace in Arnhem. Er zijn er nu 14 in Nederland, geloof ik. Dus ze zijn eigenlijk wel overal. En ja, dat zijn plekken waar je naartoe kan gaan. En het is dus niet de computer helpdesk. Maar als je daar af en toe langs gaat en je gaat een beetje wat leuke dingen doen met die mensen, dan kan je daar heel veel kennis krijgen die anders onbetaalbaar is omdat je een security consultant moet inhuren. En ik denk dat dit een van de plekken is waar het verzet tegen de opstelters van deze wereld zeg maar vormgegeven moet worden. Als we dat een beetje organiseren. Dit zijn al mijn coördinaten. Ja, ik zit ook op Twitter. Wat niet wil zeggen dat als ik Twitter dat ik het noodzakelijk ben. Of dat die per adres waarvan die tweet lijkt te komen dat ik daar daadwerkelijk ben. Want ik doe dus ook het uitgooien van child flares om een beetje mensen het leven moeilijk te maken. Dus ik kan twitteren, maar mijn vriendin ook en misschien ook nog wel andere mensen. Geen commentaar. Mijn blog, daar publiceer ik af en toe op. Er is ook een Engelse versie, daar staan soms nog wat andere dingen op. En dit is de vingerafdruk van mijn public mail crypto key. Dus als je mijn mail crypto key downloadt, dan kan je de vingerafdruk die daar ingebouwd zit vergelijken met deze code. En als die bij elkaar komen, dan klopt dat waarschijnlijk wel. Hij staat ook op mijn website. Zoals gezegd, iedereen mag alle plaatjes van mij hebben en hergebruiken, knippen en plakken, rondsturen en verdelen. En ik heb geen flauw idee hoe laat het nu is, volgens mij. 10 voor 9. Ja, ik ga vanavond ergens naartoe, dus wat mij betreft is het nu vragen en discussie tot de laatste moeite en haast. Dank u wel voor jullie aandacht. Vragen, opmerkingen, uitbarstingen. Yes. Wat vind je die website Prison Break? Ik hoorde daar heel erg wat gemengd van. De ene zegt van, ja, het is een leuk opzoek van. En de andere zegt van, het is een Het probleem is, je maakt één website met een heleboel dingen. Er zijn een heleboel verschillende niveaus van tegen welke bedrijven ben je zelf aan het beschermen. Dus sommige van de dingen die erop staan, die zijn heel extreem en hardcore. En andere dingen die er staan, zijn meer van, nou, hier hou je misschien de Oekraïnse maffia een beetje aan de deur. En dat is ook prima, weet je. Dus afhankelijk van wat je probleem is, heb je verschillende technische oplossingen nodig. En dus ook een stukje techniek, bijvoorbeeld, ik gebruik LastPass om mijn Amazon-wachtwoord op te slaan in mijn browser.
Dat zou ik nooit gebruiken voor wachtwoorden van mijn e-mail-encryptie, LastPass. Want LastPass is een Amerikaanse club. Ik weet niet precies waar het wachtwoord allemaal heen gaat. Ik weet niet precies hoe hun... Dus we leren het elkaar op te slaan. Ja, nou ja, goed, maar... Ja. Maar voor het probleem... Oké, ik heb 200 wachtwoorden voor allemaal websites waar ik af en toe wel eens een financiële transactie doe. En dat wil ik een beetje organiseren. Daar is een hele goede oplossing voor. Dus het probleem met zo'n site is Prison Break, dat ze niet specificeren waar het wel niet geschikt voor is. Eigenlijk zou het veel handiger zijn als een soort profiel is dat het in de zorg gebruikt. Ja, maar zelfs, kijk, ik ben één persoon, maar ik heb hele verschillende, afhankelijk van de situatie, beveiligingswensen. Dus van een Amazon-account beschermen is een ander soort probleem voor mij dan het beschermen van mijn versleutelde e-mail met bepaalde journalisten waarmee ik samenwerk. Ja. Dat zijn hele verschillende niveaus van eisen die ik zelf aanstel. Maar ze staan misschien wel samen op mijn laptop. Of in ieder geval, ik gebruik ze door elkaar. Dus, beveiliging is heel situationeel wat dat betreft. Het hangt heel specifiek vanaf. Niet alleen per persoon is het verschillend, het is per persoon, per ding wat je op dat moment aan het doen bent zelfs verschillend. Daarom heb ik ook meerdere browsers die ik soms tegelijkertijd gebruik voor hele verschillende dingen. Mijn Firefox browser die loopt via een proxy, dus die lijkt aan de buitenkant op een andere plek te zijn op het internet dan mijn Chromium browser die gewoon open en bloot zeg maar staat. Of misschien ook wel niet. No comment. En de Tor browser doet weer iets anders. Maar ze zijn allemaal op één laptop. Dus op die manier kan je dus daar een beetje mee spelen. Dus het probleem is natuurlijk dat het is heel complexe materie als je dit echt goed wil doen. En met zo'n site als Prison Break of op een crypto party site wordt geprobeerd om het voor de niet technische mensen behapbaar te maken. En dan gaan we dus heel erg versimpelen en dan gaat er dus ook heel erg veel nuance verloren. Ja, is dat perfect? Nee, dat is niet perfect. Aan de andere kant, ik denk dat het heel goed is als zelfs als mensen op een volkomen lekker Windows 8.1 laptop zitten, die ik nooit zou gebruiken voor enig serieus werk, want het is gewoon een hopeloos lek. Aan de andere kant, als dat je laptop is en je begint daarmee encrypten te mailen, ben je in ieder geval jezelf aan het leren om encrypten te mailen. Dus het is toch wel een goed idee. Bovendien worden er dan heel meer encrypted mailtjes over het internet verstuurd, waarmee jij de mensen helpt die het echt nodig hebben om minder zichtbaar te zijn. Dan kan je wel inhaken, want stel je hebt iemand achteruit, je hebt encrypted mail, je hebt private keys aangeven die je het andere ook nog niet kunt ontsleutelen. Ja. Maar die heb je in potentieel een aantal kanten wel hebben. Dus hoe moeilijk kan het dan zijn om die private key in een laptop te halen? Nee, als jij bijvoorbeeld een Windows machine hebt en jij wordt als individu door een serieuze entiteit met mogelijkheden. En dat kan dus een groot bedrijf zijn, of een land, of een cluster van landen. Ja, als je dan inderdaad niet een dichtgetimmerde, geprepareerde Linux-achtige machine is, game over. Ja. Nee, dus maar de meeste van ons worden niet gericht aangevallen. Nee, dat is vrij subjectief bereik. Nee, dat is het. Maar het is net als ieder ander ding. Als jij in het slijpnet. Ja, maar als jij een keer tekst in Gmail intikt, dan is het 100% gegarandeerd geen privacy. Dus dat is, het is net als een stevig slot op je deur. Daar hou je een heleboel dingen mee buiten, maar het SWAT-team met explosieven niet. Ja, alleen de meeste van ons hebben niet gelukkig elke ochtend het SWAT-team aan de deur. En als we allemaal onze mail encrypten, dan wordt het in ieder geval een stuk moeilijker om het casual monitoring, wat nu heel erg succesvol gebeurt, waar ook een heleboel nuttige informatie uitgehaald wordt over wie praat er met wie in de samenleving en wat zijn de mensen die misschien zometeen vervelend worden of lastig of bedreigend of actief of een politieke mening hebben. Dus dat casual monitoring, wat nu dus heel goedkoop is voor de NSA, dat maakt je een stuk moeilijker. En ze kunnen niet alle 2 miljard uitbewoners individueel gaan aanvallen, zoals ze dat misschien wel met Glenn Greenwald doen of Julian Assange of de mensen die op level Snowden en Locke spelen. Maar ik vind het ook goed. Dus zelfs als ik weet, op een mooie Mac laptop of een Windows 8 of een any Windows machine, je bent niet bestand tegen de volledige aanval. Maar begin alsjeblieft toch maar met gewoon het oefenen met mailencryptie. Want misschien dat je op een gegeven moment switcht naar een veiliger systeem en dan heb je zelf in ieder geval al mailencryptie geleerd. Dus weet je, die heb je dan al binnen. Maar als ik goed begrijp, je hebt bijvoorbeeld de mailencryptie in jouw Chrome browser ingebouwd, tussen Google gaat en je mail verstuurd, maar dat je in je browser inkomt, dan wordt in feite al
al gaan lezen, dan is het eigenlijk als jij, op als jij, van die encryptie. Ja, nee, als ik mijn mail-encryptie doe ik lokaal op mijn computer. Juist. En dat gaat dus niet in een browser. Ik doe mijn mail ook niet in een browser, maar in Thunderbird, een apart mailprogramma. Ja, nee, als je mail in een browser intikt, kijk, in de browser, wat er binnen dat venstertje gebeurt, is niet op jouw computer. Nee. Dat staat DOO bij Google. Dat betekent dus dat iedere toetsaanslag die je daar doet, en iedere muisbeweging, die wordt gemonitord live. Dus dan heeft ook iedere poging tot verdere beveiliging geen zin. In ieder geval niet tegen een overheidachtige monitoring. En je kan nog steeds je mail willen encrypten omdat jij in Azië woont en je bent bang voor daar misschien de lokale overheid. Die misschien geen toegang heeft tot de Google servers. Weet je, dus wederom, het hangt heel erg van de situatie af. Dus de vraag is bijvoorbeeld, jij bent een Pakistaanse journalist. Heeft de Pakistaanse geheime dienst toegang tot de Google servers? Ja, dat weten we dus niet. Als ik de Pakistaanse geheime dienst was, dan had ik al lang iemand als Snowden omgekocht. Want ja, wat kost het nou? Ja, want je kan als Pakistaanse geheime dienst natuurlijk je eigen intelligence service gaan opbouwen, kost miljarden. Of je kan gewoon zo'n contractor van Booz Allen Hamilton een keer aan een koffer met geld geven. Veel goedkoper. Dus ik ga ervan uit dat iedere serieuze intelligence service in de wereld, inclusief die van de grote bedrijven en het Medellin-kartel en een paar anderen, die hebben allemaal toegang tot die NSA-infrastructuur. Want die hebben al lang zo'n extern ingehuurde systeembeheerder die toegang heeft tot alles. Hè, want die typen de lijst in die waar wij mag, inclusief hun eigen ID. Dus ja, ga er maar vanuit dat het heel veel mensen zijn. Dus het is ook niet alleen Amerika die toegang heeft tot die infrastructuur. Ik bedoel, ja, en ga er maar vanuit dat China, Rusland, nou ja, en de grote georganiseerde criminele organisaties en andere bedrijven, dat die voor zichzelf toegang hebben geregeld op een of andere manier. Dus dat maakt het veld van mensen die hierbij zijn redelijk groot. Wat grappig wat je zegt. NSA creëert alle lekken, wij zelfs voor lekkers en meisjes. Nee, ja, dat blijkt nu dus ook dat een 29-jarige high school dropout, een extern ingehuurde contractor die niet eens bij ons in dienst was, die wandelt het pand uit met een USB-stick met, naar nou, zelf zegt, 1,2 miljoen documenten. En de NSA kan op de dag van vandaag niet achterhalen welke 1,2 miljoen documenten die had. En sommige daarvan waren way above top secret, zeg maar. Er waren enkele tientallen mensen die er officieel bij mochten en hij kon er gewoon bij. Doordat hij, ja, als systeembeheerder kan hij zijn eigen user rights verhogen. Dat is wat je als systeembeheerder namelijk doet. Oeps. Dus de NSA die creëert hele grote bergen met data en is inderdaad niet in staat te beschermen tegen een commerciële systeembeheerder die ze dus extern inhuren, omdat die, ja, nou ja, dat vinden ze kennelijk slim. Ik vraag me ook af van, jij hebt het over de casual monitoring, hè, wat heel veel snel gebeurt. Maar ik ben echt niet beter, maar wat ik wel weet is dat de computer echt überhaupt al neergezet, omdat ze al data niet konden verwerken van de Skype, dus even de raketten die ze eigenlijk worden. Waar de lucht monitoren om de raket te monitoren. Ja. En er werd te veel data en toen hebben ze eigenlijk netwerk aangelegd en de computers laten bedenken of bekijken. Ja. Ik vraag me dus ook af van wat dat. Ja, dat weet je misschien ook niet, maar wat doen ze ermee? Want eigenlijk, casual monitoring, dat kun je hooguit een beeld maken van wat er is. Casual monitoring is ontzettend handig. Als jij precies weet in een land van iedereen. Ja, precies. Wat ze denken. Met wie ze praten en wat ze dan zeggen, op welke plekken ze dat doen. En je weet dat dus van iedereen in een land die iemand is en je hebt een dossier dat 10 jaar teruggaat. En dan zijn er op een gegeven moment is er een handelsdelegatie ergens. En dan weet je dus van die persoon die tegenover je zit welke porno die bekeek 8 jaar geleden. Ja. Dat is handig. Dat is een mooie onderhandelingspositie. Je weet dus 8 jaar geleden welke porno site je bezocht. En je weet wat hij 5 minuten geleden heeft gezegd tegen zijn assistent over zijn mobiele telefoon. En alles ertussenin. Ik denk wel dat dat wel handig is. Airbus en British Aerospace die hebben nu Microsoft voor een deel eruit gegooid. Omdat ze erachter kwamen dat hun contractinformatie over deals die zij met China aan het maken waren, die kwam bij Boeing terecht. Kijk, dus het doel van. Ja, dat is een handelswaar, hè? Tuurlijk. Dit gaat om heel veel geld. Dit gaat om een contract van 10 miljard. Dus natuurlijk, kijk. Dit gaat niet over het pakken van terroristen, hè? En iedere ex-intelligence mensen, en jij kent het toevallig een paar, die zeggen allemaal, dit is niet effectief in het bestrijden van terrorisme. Dat weet ook iedereen in die community dat het zo is. Ze hebben ook nooit een terrorisme gepakt.
Dat blijkt ook wederom uit een eigen interne documentatie. Maar daar is toch helemaal niet voor bedoeld. Het is ook nooit de bedoeling geweest van het systeem. Het is de bedoeling geweest om Amerikaanse economische belangen beter te kunnen verdedigen. En het is handig om allerlei vervelende mensen met democratische meningen die misschien protesteren tegen de bouw van een kolencentrale om die het leven zuur te maken. Ja, dus eigenlijk zou je dan ook kunnen zeggen, die 10 cent die hun uitgeven eraan, wat het kost, is ja. Niks. En zelf bedenk ik nou net zo af, ja, maakt mij dan wel uit als anderen iets van mij weten, ik heb niks te verbergen. Maar eigenlijk is het, je geeft iets weg. Hè? Dus je geeft waarde uit handen. Ja. En hun kunnen dat wij als Europa geven miljoenen banen weg, omdat Amerika alles weet van Europese bedrijven, wat producten ze ontwikkelen, met wie ze misschien handelsovereenkomsten hebben, al dat soort dingen. Het is, ja, economic intelligence is waanzinnig belangrijk. Waarom zijn een paar grote Amerikaanse banken de financiële basis op de planeet? Ja, die weten alles van 30 minuten eerder. Wat denk je dat dat doet op de beurs? Als Goldman Sachs die heeft waarschijnlijk gewoon een directe lijn in de NRC database. En het is een beetje de vraag wie er voor wie werkt daar, zeg maar. Ja, die weten gewoon alles 30 minuten eerder. Nee, dan ben je dus van de baas op Wall Street. En dat gaat niet om kwartjes en dubbeltjes. En dan is die 78 miljard peanuts in the great scheme of things. Hoeveel moet je hier nou? Je hebt al over Facebook en Twitter, maar er zijn andere vormen van data. Bijvoorbeeld switches, routers, Cisco, noem maar waar wij. Ja. Kleine accountcentra in te bouwen of achterna. Nee, sterker nog, dat weten we nu ook. Sterker nog, Amerika beschuldigde 2 jaar geleden Huawei ervan dat de backdoors in zaten. Nu blijkt inderdaad dat er inderdaad in alle Huawei-apparatuur backdoors zitten, maar die zijn door de CIA ingebouwd. Ja. Een klein detail, dat weten we nu dan, dat is mooi. Ik ga er dus vanuit, in sommige gevallen, correct geconfigureerd, kan je eigen laptop enigszins beschermen. Tegen niet alles, maar tegen veel. Duw maar dat jouw laptop verlaat, moet het encrypted zijn. Want al het andere, I don't know. Ja. Al die andere computers die zijn niet onder mijn controle, dus dat weet ik niet. Dat inclusief mijn huisnetwerk, daarvan ga ik niet vanuit dat het veilig is. Ik heb een paar laptops, die kan ik denk ik enigszins dicht timmeren. De rest, I don't know. Weet je, zo'n modem wat ik van de telecomboer krijg, wat bij mij in de gang staat. Ik ben weleens 2 weken niet thuis. Ik heb geen flauw idee wat voor software op staat. Ik heb geen idee wie er allemaal bij kan als ik niet thuis ben. Dus daar ga je niet vanuit dat het veilig is. Niet echt veilig. En dus de veiligheid komt aan mijn netwerkpoort, op mijn laptop. De rest, en dan moet het versleuteld zijn. En dan maakt het dus ook niet uit hoe onveilig de rest van het is, totdat het bij die andere laptop komt, waar die ook weer hopelijk enigszins veilig is. En daartussen ga ik er gewoon vanuit dat alles lek is. En dat blijkt dus inderdaad nu ook zo dat zou zijn. Maar dus het idee wat ook door onze Nederlandse ministers nog wel gebezigd wordt, dat al deze dingen zijn om ons te beschermen tegen terrorisme, dat is evident onzin. En wat mij zorgen baart is dat moet iedereen in Den Haag ook weten. En Ronald Plasterk kan je veel bevinden, maar hij is niet dom. Ik bedoel, hij was ooit een eminent bioloog en dat was op weg naar de Nobelprijs en zo. Dus dom is hij niet, wat je verder ook van hem vindt. Dus hij weet het ook. Hij weet ook dat deze infrastructuur is niet voor onze veiligheid ingericht en bedacht. Dit is industriële spionage en dit is repressie van de democratische dingen die wij gewoon horen mogen te doen in een democratische samenleving. Dus ik heb meegemaakt demonstraties waar die niet zo verstandig waren georganiseerd over Facebook in Londen. Die werden in 12 minuten uit elkaar geslagen door de London Metropolitan Police. Omdat ze wisten gewoon, die 8 mensen, die runnen deze demonstratie. Dus als we die eruit trekken en in het busje gooien met enig zichtbaar geweld, ja, dan rent de rest al bang naar huis. Nou, en zo geschieden. Dus de demonstratie een maand van tevoren gepland. En tegen de adviezen van mij en andere mensen in over Facebook, want ze zeiden, jongens, doe het dan niet, want je geeft alles weg. En inderdaad. Special Branch wist precies wie de ringleaders waren. En 500 man liepen heel moedig naar de Israëlische ambassade toen Gaza kapot werd gebombardeerd. En binnen 12 minuten was de demonstratie voorbij. En de organiseerders die verdwenen dus van 48 uur in de antiterrorcel van de Special Branch. Maar hier in Nederland lukt het zo niet helemaal met Ajax, hebben we. Ja, maar dat is relletjes zijn ook geen bedreiging voor belangrijke staatsbelangen. Die moet je gewoon lekker laten gebeuren en daarna heb je een excuus als politie om daarna weer eens het hard op te mappen. Ja, als er dingen gebeuren, dan is het omdat het mag gebeuren.
Niet omdat men het niet kon tegenhouden. Maar als je het echt zou willen tegenhouden, dan hebben we daar echt wel een infrastructuur voor. Maar dat is helemaal niet een prioriteit. Maar de veiligheid is niet het doel hier, hè? Van jou en mij. Dat is ook nooit het doel geweest van dit soort spionage. Het gaat gewoon om economische belangen, om militaire belangen, om allerlei andere dingen dan onze. Kijk, als wij veiliger zouden willen zijn, en als onze overheid dat zou willen, ja, dan moeten ze stoppen met steeds oorlogen beginnen in de landen waar we niks te zoeken hebben. Dat zou de wereld nou echt een stuk veiliger maken. En eindeloos verder wapens te kopen aan dictators die we daar, weet je, dat soort doel. Het is helemaal geen rocket science om de wereld veiliger te maken, hoor. Gewoon geen tanks verkopen aan de Midden-Oosten, weet je. Niet zo ingewikkeld. Geen kernwapens geven aan niet helemaal stabiele landen. Dat is helemaal niet heel ingewikkeld of zo. En weet je ook heel lang hoe dat moet. Maar ja, er zijn allerlei andere redenen om dat niet te willen. Ik bedoel, het zou dat moeten zijn. Je had echt wel weapons of mass destruction. Want Frits Bolkestein, die heeft ze aan hem verkocht in 1984. We hebben de bonnetjes nog. Nederlandse chemische bedrijven leveren in Irak. De bestanddelen van chemische wapens. En die zijn ook ingezet tegen de Koerden. En dat vond niemand een bijzonder groot probleem in 1988. In 2003, toen vonden we dat opeens met terugwerkende kracht heel erg. En toen was het een reden voor een invasie. Maar in 88, nobody cared. Dus dit is heel. Dus de officiële redenen waarom dingen nou ja, gebeuren of gevonden worden, die zijn heel apert onzin. En je hoeft helemaal niet een hoogleraar politicologie te zijn om dat te kunnen bedenken. Je moet alleen maar even nou ja, minimaal even kijken naar het nieuws met een schuin oog, zeg maar. En dan kan je het ongeveer wel doorhebben. Dat bijna alles wat ons verteld wordt, is gewoon een boel. Inclusief wat ons huidige, nou ja, meneer Plasterk die zegt, ja, die Amerikanen, het is wel handig dat ze spioneren, want er zou eens een terrorist tussen kunnen zitten. Terrorisme in Nederland, joh. Terwijl de terrorist juist geen internet gebruikt. Ja, welke terroristen hebben allemaal geen terrorisme in Nederland? Ze hebben uiteindelijk Osama bin Laden gevonden, want ze gingen zoeken naar iemand die geen internet had. Want meneer Osama bin Laden, die meneer had door iemand met een USB-stick weggestuurd. De meneer, die de Special Forces kolonel die in 2001 in Afghanistan was om Osama bin Laden te vinden, zegt dat Osama bin Laden in december 2001 al dood was. Ja. Heeft daar een vrij overtuigend boek over geschreven. Nee, ik ben eerder geneigd om hem te geloven dan een overheid die gewoon 10 jaar daarna alleen maar tegen ons gelogen heeft over ongeveer alles. En dat ze dan hem vinden en dan hem doodschieten. En dan hem in de Indische Oceaan gooien. Ja, dat is een goede vraag. Maar ze hadden in 30 minuten een DNA-test gedaan terwijl ze in een helikopter zaten. Ja, nou, dat apparaat wil ik zien. Waarmee dat kan. Ja, en de filmpjes. Daar allemaal filmpjes van Osama bin Laden steeds ouder werd. Dat, steeds jonger werd. Dat was ook interessant inderdaad. Nee, dus ja, weet je allemaal. Ik heb allemaal geen harde bewijs. Maar ik heb geen bewijs gezien dat het verhaal wat ons verteld wordt klopt. En dus is mijn default positie tegenwoordig van nou. Ik wacht even tot de historici dit hebben uitgezocht. En tot die tijd, I'm holding off judgment. Maar mijn default positie nu is niks geloven tot het officieel ontkend wordt. En zeker dit verhaal zit zo vol met gaten dat. Oké, 9-11 is natuurlijk een leuk verhaal. Dat kunnen we een hele aparte avond voorhouden. Het is niet mijn lezing. Maar inderdaad, dat is een hele andere discussie. Nee, maar ja, net als het hele Irak-verhaal, daarvan weten we ook allemaal dat het bullshit is. Dus het idee dat een hele grote bullshit verhaal wordt verkocht, is niet een knettergek idee, daarvan weten we wat er gebeurt. Dus ik denk dat we dat allemaal een beetje kritisch moeten bekijken. Maar dus ook de uitspraak dat al deze dingen gebeuren voor uw veiligheid, nou, ja, ik denk dat daar nog wel even wat kritische vragen over te stellen zijn. En dat moet je dus ook gewoon doen op verjaarsfeestjes. Maar een beetje schokken. En niet meteen partypoeper zijn, maar iets vaker uit kritische geluiden is denk ik wel een gezonde situatie. Want het, men komt gewoon veel te makkelijk weg, volgens mij, met zulke aperte onzin. En het is gewoon het gebrek aan tegengeluid die het mogelijk maakt om weg te komen met die onzin. En dat er niemand in ons parlement eens even zegt tegen Plasterk van, hé, maar, hallo, is het jouw taak niet om de burgerrechten, inclusief artikel 12 van de Nederlandse grondwet, van 17 miljoen Nederlanders te beschermen? Dat is toch wat de Nederlandse overheid moet doen. En jij bent toch de minister van Binnenlandse Zaken. Kunt u dit even toelichten, minister? Dat u een buitenlands land de burgerrechten van onze burgers laat schenden voor het bestrijden van een vermeende terrorismebedreiging die u niet kan aantonen, bewijzen of documenteert? Huh? Inclusief onderdelen van het parlement? Nou, iedereen. Gewoon iedereen in Nederland. Gewoon, ja, inclusief die 150 parlementariërs inderdaad. Die waarschijnlijk onder een verhoogd monitoringregime staan ten opzichte van nou ja, de gemiddelde Nederlandse burger.
He, want ja, ze zouden maar eens over 10 jaar minister-president kunnen zijn. Dan is het toch wel handig als je dat dossier hebt wat 10 jaar teruggaat. He, Angela Merkel, haar telefoon werd al getapt 8 jaar voordat ze bondskanselier werd. En dus iedereen die potentieel een beetje ja, ergens is, die begin je proactief al helemaal tot aan zijn wenkbrauwen te tappen. En als ze dan 10 jaar later een functie hebben waarbij ze dus aan de andere kant van de onderhandelingstafel zitten in Genève over een belangrijke trade agreement, ja, dan heb je dus het dossier wat teruggaat. Dat is het model. Maar ja, naar nu weten is het model dus gewoon, we pakken ieder bitje en dan kijken we achteraf wel of het handig is. Dus dat is letterlijk inderdaad jouw muisbeweging over Facebook. Iedere klik of niet klik die je doet, die wordt dus gewoon bewaard. Ook al ben je gewoon niet lid van het Nederlands parlement, niet CEO van een groot techbedrijf, maakt niet uit. Dat is nu het model. We pakken ieder beetje wat we kunnen pakken. En dan over 5 of 10 jaar kijken we wel eens of we er iets mee kunnen. En dat doet men dus al minstens sinds 1999, dat we nu weten. Waarschijnlijk al langer. Dus ja, ook alles wat wij hebben gedaan de afgelopen 15 jaar op internet, dat is ergens opgeslagen waarschijnlijk. Enig idee, gevoel hoeveel mensen er zijn, bijvoorbeeld in Nederland, hoeveel journalisten er zijn die, zoals jij net beschreef, met het anoniem kopen van laptops echt all the way gaan qua in Nederland, journalisten, nou, ik weet niet, een paar. Misschien, en dan bedoel ik echt, die kan ik tellen zonder mijn schoenen uit te trekken, zeg maar. Echt heel kleine aantallen praat je dan over. In Nederland, maar in Nederland is het ook, op een of andere manier, ja, er moet misschien iets vervelends hier gebeuren eerst of zo. Ik weet het niet precies. In diverse ons omringende landen wordt hier veel heftiger op gereageerd. Maar in Nederland hebben wij cultureel zo diep vertrouwen in de boven ons gestelde machten, dat die over het algemeen toch bestaan uit lieve mensen die het beste met ons voor hebben. Ondanks alle bewijzen die iets anders zeggen, dat we willen dat toch heel graag geloven deep down als Nederlander. Dus ja, er zijn er toch een flink aantal lege stoelen hier, zeg maar. Die kan je gewoon tellen. En nou snap ik ook dat het een mooie zomeravond is. Maar ja, het is best wel lastig in Nederland om hier een discussie over te krijgen. En inderdaad, de meeste journalisten willen nog wel eens over Snowden schrijven omdat het een sexy verhaal is. Maar even echt doorprikken naar wat volgens mij de essentie van dit verhaal is. Namelijk, we moeten heel fundamenteel gaan nadenken over hoe we technologie gebruiken met z'n allen. En onder welke voorwaarden en hoe we technologieonderwijs doen en hoe onze overheid technologie spullen koopt. Daar moeten we allemaal echt over gaan nadenken. Daar wordt nog weinig over geschreven. Ik zou willen weten van hoe groot is dan de kans dat als jij het wel doet, dat het aan de andere kant ook veilig binnenkomt. Dat is van jou klein. Nee, ja, nee, maar dus kijk, als ik dit soort dingen doe, dan doe ik dus ook met mensen die ook op dat niveau opereren. Maar ja, daar zijn er inderdaad in Nederland niet zoveel van. Nee. Maar als ik met internationale journalisten waarmee ik dan wel samenwerk, ja, die hebben dan wat meer discipline. Maar dat zijn ook inderdaad mensen die wonen of in Duitsland, of die wonen in Azië, of in het Midden-Oosten, en wonen en werken daar. En nou, die hebben een wat directer belang bij het doen. Namelijk, als ze het niet doen, dan hebben ze op een gegeven moment een gaatje in hun achterhoofd. Door zo plat is het dan gewoon. En dus ik geef ook gewoon trainingen in buiten West-Europa, in wat moeilijkere landen. Of landen die we klassiek bestempelden als wat moeilijker, want wij zijn nu natuurlijk ook eigenlijk zo'n moeilijk land, stiekem. En in Azië hoef je dit niet uit te leggen, zeg maar, waarom dit belangrijk is. Daar willen ze alleen maar weten hoe je het moet doen. Dus dan gaan we altijd meteen naar software installeren. Zonder de hele, zeg maar, introductie van wat is er aan de hand, want dat hebben ze meestal wel door. In de meeste Aziatische landen, daar hoef je mensen niet te overtuigen dat hun overheid corrupt, crimineel en levensgevaarlijk is. En in Nederland is dat nog best wel even ja, een discussie, zeg maar, die we met z'n allen door moeten. Ik heb 2 weken geleden aan jou uitgenodigd om dit verhaal op te houden. Ik heb 1000 ondernemers aangesproken, die ons in de diverse regio's. En hoeveel hadden we er? 15 mensen, 18 mensen, zoiets, ja. Maar ook als je dat niet voor het voeten geeft naar welk bedrijf zit en welke maandjes je erin zit. Ik heb het vrij scherp aangezet, maar ja. Dus, ik hoor het ook steeds in jouw verhalen, dus ook iets waar ik wil hier ook wat over gaan vertellen. Ik geef trainingen en ik neem het ook mee. Het is zo moeilijk, denk ik, om die essentie van die veiligheid echt tastbaar te maken. En hoe moet je wachten op een crisis? Ja, want hij zegt ook dat er misschien iets ernstigs gebeurt. Nou ja, maar het is een van de dingen die ik ook denk, en dus dat is net dank jullie dat jullie allemaal aanwezig zijn.
Maar er zijn inderdaad ook een aantal stoelen die eigenlijk in mijn ogen ook vol hadden moeten zitten. En misschien hadden we een grotere zaal moeten hebben, een congresgebouw of zo. En niet omdat ik nou per se voor een grote zaal moet staan, maar wel vanwege het belang van deze materie. Dan mag ook iemand anders het verhaal vertellen van mij. Maar goed, weet je, ik zie het ook gewoon vaak doen. En dan op een gegeven moment, als we het allemaal met veel blijven doen, dan als het op een gegeven moment ooit de dag komt dat het echt moet, dan hebben we al heel veel ervaring. Dus ja, gewoon maar veel oefenen, zeg maar. Maar de trigger in Nederland die nodig is, die is nog niet gebeurd. Wat vorige week Brenno ook uitlegde, dat de verhalen die in media komen dan ook zo gericht zijn over veiligheid en terrorisme bestrijden. Dat gewoon ook het hele principe van bedrijfsveiligheid en bescherming eigen productontwikkeling. Ik weiger met het systeem te werken, dat heb ik al 2 keer gedaan. En dan zeggen ze, ja, waarom dan? 1, het is zo lekker als een mandje. En 2, als ik daar ga, kan ik kapot gaan. Dus het is natuurlijk zo rijden met een auto zonder rem. Dat doet niet. Maar dan maak je niet altijd vrienden mee. Nee, dat is best wel lastig. Hoe ga je die bewustwording creëren? Hoe moet je dat echt wachten op? Je moet echt wachten tot het systeem echt een keer goed breekt. Kijk, aan de ene kant is er niets mis mee om slimme marketing en leuke communicatie in te zetten. Maar ik denk dat dat ook zijn grenzen heeft. Ik denk inderdaad fundamenteel dat als mensen niet hun burgerrecht, bijvoorbeeld op privacy, en nou ja, als je die helemaal verliest, dan raak je die andere ook daarna meestal kwijt. Hè? Historisch gezien is privacy altijd het eerste burgerrecht dat in een vrij land de nek om wordt gedraaid en dan daarna volgt gewoon de rest. Als mensen dat niet kunnen snappen, dat dat belangrijk is, dat er goede redenen zijn waarom we ooit dat VN-handvest hebben geschreven, dat er goede redenen zijn waarom we ooit dat in de grondwet in Nederland hebben gezet. En in Nederland, ja, de afgelopen 70 jaar is niet zoveel gebeurd in dit land, hè, dus wij hebben niet echt een goede context. En we hebben zeker geen ervaring met onze eigen overheid, zeg maar, de bron van het probleem is. We denken altijd dat er zijn altijd andere overheden die dat doen. Ja, als we niet mensen kunnen overtuigen dat hun burgerrechten net zo belangrijk zijn als goede tijden, slechte tijden, dan vrees ik inderdaad dat er eerst een vervelend event nodig is om via een soort shocktherapie dat duidelijk te maken. Nou ja, dat ik denk serieus dat je ook wel, als je een voorbeeld doet van volgen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat je vanuit je persoonlijke positie gewoon hier begint. Naar aanleiding van het verhaal vorige week is Tom enorm bezig om ervoor te zorgen dat wachtwoorden, e-mail, dingen wat gescheiden worden. Dat het allemaal weer beschikbaar is naar mij. Nu weet ik welke vertrouwen ze moeten installeren. En ik ga iedereen met wie ik contact heb, ga ik een discussie mee aan. Op het moment dat ik dat installeer en ik het mail aanzet, en dan snappen ze niet, wat stuur je nou weer allemaal mee? Ja. Dan heb ik het. En ik denk dat dat de enige manier is waarop je echt één voor één. Ik heb jarenlang mensen geholpen hoe ik gebruik social media. Ik kan me heel goed voorstellen dat daar was ik een beetje flauw mee. Ik kan me goed voorstellen dat dit volgende stap is van, weet je wel wat veilig surfen is, zorg ervoor dat je iemand in ieder geval niet kan. Ik ben bereid, ik heb helemaal geen issue als mensen moeten opleiden. Ik zou me zo aanmelden bij de middelbare scholen van, ik kan een programma voor je bestellen. Maar dat is gewoon, dat is de enige manier, één voor één. Ik heb net de hogeschool, de Raad van Commissarissen, of het college van bestuur, 2 weken geleden, vrijkantwoordje opgemaild. Mijn oud-schoolmeester, dus ik denk dat ik later. Ik zit nu nog te antwoorden, maar
Nee, maar je moet dus beginnen met de mensen die het wel willen. Dus, ja. Dus, nou, zelfstandig. Ik heb een anekdote van hier, de HAVO, dat al 5 keer gehackt is afgelopen jaar. Door die zaak. Nee, maar dat is dus niet iemand die het wil. Maar ik zeg, iedereen die bij mij komt en die het wel wil, die help ik. Ja. En dat er een heleboel andere mensen zijn die er nog niet zijn, dat is tragisch. Maar oké, je kan ook niet meer, want je moet doen wat je wel kan. En dat veel te weinig is, veel te langzaam is allemaal waar. Maar, nou ja, oké. Okay. Ja. Je moet ergens beginnen. Maar uiteindelijk uitkomen daar waar je wil, namelijk dat het omslaat. Ik vind het wel grappig, want het is exact dezelfde discussie aan de andere kant. En ik hou me al heel erg bezig met het vergroten van openbaarheid bij overheden. En dat is precies dezelfde discussie. Daar is ook na 6-7 jaar heb ik nog elke dag het gevoel dat ik elke individuele ambtenaar in Nederland apart moet overtuigen van wat er in de wet staat ten aanzien van openbaarheid. Ja. En daar neem ik ook meteen maar mee wat er is ten aanzien van privacy. Ja, want het zijn twee elementen van hetzelfde. Maar het is precies hetzelfde fenomeen, omdat het op basis van dezelfde technologie eigenlijk. Ja, one person at a time. Als dat nodig is, dan maar op die manier. Dat is natuurlijk gruwelijk, veel te langzaam en stupide. En ja, ik erg me echt kapot aan het feit dat ik inderdaad in mijn vrije tijd probeer een probleem te fixen wat mede actief veroorzaakt wordt door het wanbeleid van mijn overheid dat ik mede financier. Iedere keer als de BTW over mijn pils wordt afgerekend. Ja, dat is natuurlijk een tragedie als je er ook nadenkt en ergerlijk. Maar ja, nou, oké, dat kan ik nu niet veranderen. Weet je, dat mijn overheid met mijn belastinggeld iedere 4-jarige, van 4 tot 22, Microsoft Windows voor een strotrand, verplicht op de school. Dat is crimineel en misschien dat we ooit daar een mooi tribunaal over hebben in Genève. Ik hoop er nog steeds op. En het zou goed zijn als iemand met meer wetkennis dan ik dat wetje gaat schrijven, zeg maar. Want dat moet je ook op het plan hebben liggen, dat plan. Voor het grote War of Terror Tribunal van 2035. Ik moet allemaal beginnen. En een van de dingen wat ik in dat merk, ik heb dus een link naar mijn public key en mijn PGP fingerprint in mijn mail signature. Dus onder iedere mail staat dat. Geweldige conversation starter. Ja. Niet met iedereen, maar wel met mensen die misschien al een beetje geïnteresseerd zijn. En die dan zeggen van, hey, wat is dat? Vertel eens iets meer. Nou, off you go. En dan moet je natuurlijk zorgen dat je een USB-stickje bij hebt, maar al die spullen al opstaan, hè, waar Thunderbird en 3 versies op staat en GPG. Hier heb je alle software, gratis alsjeblieft. Kapietje? Zal ik even helpen installeren? Gewoon doen. En dan heb je weer eentje. En ja, die heeft dan misschien een lekker computer en het begint maar met Tor en GPG, maar ja, dan ben je weer eentje verder. En misschien hebben we dan net genoeg massa dat het dan echt nodig is, dat er dan in ieder geval genoeg mensen zijn in Nederland die het kunnen, zodat die al die andere mensen dan helpen. Als het makkelijker wordt om mensen te overtuigen. En nadat de Marseille een keer met een tank over een paar studenten heen rijdt of zo. Of weet ik, iets moet er gebeuren, hè, op een gegeven moment. En dat dan wel zegt, nu moeten we met z'n allen aan de bak. En dan moeten er dus genoeg mensen zijn die al het een keer gedaan hebben, zeg maar. En dat zal dan nog steeds maar 0,01% van de bevolking zijn, maar misschien is dat dan genoeg. Net die kleine voorhoede. Ik wil even in het Europees Parlement, via het Europees Parlement komen. Ja, de Piratenpartij mensen. Die Piratenpartij is natuurlijk als partij IT-minded genoeg en jong genoeg om nog niet gecorrupteerd te zijn door het systeem. Alle andere politieke partijen die in dat systeem zitten, die hebben ja, die zitten te lang in het systeem om zich nog daar tegenaan te bemoeien. Ik heb van 2008 tot 2010 in het Nederlands parlement met GroenLinks samengewerkt. En ik heb letterlijk in 2010 toenmalige GroenLinks-Kamerlid gewaarschuwd precies voor dit scenario wat we nu met Snowden hebben. Ik zeg van luister, heel Nederland draait op Amerikaanse proprietary software. Dat is een maatschappelijk risico. Zo groot hebben we niet meer gehad sinds 1580. En laten we alsjeblieft langzaam gaan beginnen dat af te bouwen. En zijn antwoord was ja, weet je, daar kunnen we geen politiek op maken. En dat was GroenLinks. Ja. Dus in Den Haag gaat ook de oplossing niet komen. De oplossing gaat niet uit Den Haag komen. Moeten we ook niet verwachten. Ook niet te veel tijd in investeren, want dat is zonde van de tijd, denk ik. Individuele ambtenaren, ander verhaal. Maar het idee dat we met dit probleem dat systeem gaan bewerken, daar geloof ik eerlijk gezegd op dit moment niet in.
Misschien dat als er dus een event gebeurt en de stemming in het land slaat om, dat het dan weer anders kan zijn. Maar op dit moment, er is ook geen enkel parlementslid of zo wat geïnteresseerd is in dit dossier. Niet echt. Of denkt daarmee te kunnen scoren. En waarschijnlijk is dat een correcte analyse van die parlementsleden. Dat het politiek niet mogelijk is op dit moment om in Nederland mee te scoren. En dus is er geen aandacht voor. Ik denk dat dat waarschijnlijk een correcte analyse is. Dat is heel erg jammer. Maar ja, dus inderdaad in 2010 hebben we hier, eigenlijk nog wel vanaf 2002, voor gewaarschuwd bij herhaling. En ja, het antwoord was altijd van ja, nee, dat het idee dat wij openlijk hardop gaan zeggen dat Amerika ons allemaal bespioneert met economische motieven, nee, dat kunnen we niet hardop zeggen, dat is politiek. Ja. En als we natuurlijk in 2002 begonnen waren met het afbouwen van deze ellende, waren we nu heel ver geweest in Nederland. En dan was Nederland gewoon technologisch een van de toplanden geweest ter wereld. Zoals de stad München dat bijvoorbeeld nu is. Hotstick-T-stad in Europa. Mede omdat ze in 2003 besloten hebben om gewoon Microsoft eruit te kicken. En al dat geld was tussen toen en nu aan Microsoft hadden gegeven te investeren in eigen oplossingen. En al die miljoenen euro's zijn dus in de stad München uitgegeven aan kleine high-tech bedrijfjes. Die gewoon hele mooie dingen hebben gebouwd. Ja, dat hadden we in Nederland ook kunnen doen. En van 2002 tot nu hebben we, nou ja, weet ik veel, 1 miljard of 100 uitgegeven aan buitenlandse software. Nou, daar had je een paar hele mooie start-ups voor kunnen starten. Dat is gewoon echt, dat is een keuze die we dus niet gemaakt hebben. Ja, zonde. En iedere dag, nou nu zou je opnieuw die keuze kunnen maken. En iedere dag, nou nu doen we het dus niet. We hebben nu zo'n commissie in Den Haag die praat over de grote IT-projecten. Dat heeft niets uitkomen. Daar durf ik echt een hele mooie fles wijn onder te verwerken. 10 miljard staat er op. Ja. Als je eerst 5 miljard, dan vragen de interne kosten meebreken. Maar 10 miljard kost dat dan per jaar? Per jaar. Ja, ik denk dat dat een conservatieve schatting is. En dat is alleen nog maar de out-of-pocket kosten. Dat is niet de maatschappelijke schade die de Nederlandse samenleving heeft. Omdat allerlei shit die al lang aan moeten werken nog steeds niet werkt. Dit is, die 10 miljard, dat is zeg maar wat je uitgeeft aan shit die niet werkt. Maar de echte kosten voor de samenleving, die zijn misschien wel 3, 4, 5 keer zo hoog. We'll never know. Maar dat is dus 10 miljard per jaar, keer 10, 15 jaar. Hè? Dus dat praat je over heel erg geld. Dan praten we echt over het hele bezuinigingsprogramma van alle kabinetten sinds de economische crisis begon. Die vallen in dat gat, zeg maar. De kop ook bij nu.nl en die weer vooral heel erg bekend staat door de journalistieke onderzoek wat ze altijd de kop was grote ICT-bedrijven, dus ook niet voor de overheid. Ja, iets anders, ja. Maar dat was de kop. Ja, en geef ze eens ongelijk. Hier heb je een club die zelf ook in al hun interne beleidsdocumenten trots erkent dat ze volkomen incompetent zijn als het om dit gaat. Ze dus echt gewoon geen verstand hebben van wat dan ook. Kunnen niet eens een Windows desktop uitrollen met hun 60.000 IT'ers. Want dan moeten ze dan een externe partij voor inhuren. En die zegt van, nou, oké, we hebben hier een budget van een onbekend aantal miljard, want we hebben echt zelf flauw idee hoeveel geld aan IT uitgeven. Jongens, wie wil er nog een miljard? Ja, tuurlijk ga je als bedrijf dan cashen. Sterker nog, en je bent aan je oude huis verplicht om het te doen. Ja, een bedrijf wat dat betreft, ik bedoel, je kan het niet kwalijk nemen. Is je doelstelling? Ja, je doelstelling als zeker als je een aandeelhouder vertrekt bedrijf bent, je bent wettelijk verplicht om winst voor je aandeelhouders te maximaliseren. Dus ja, dat bedrijf inderdaad die staatskas leegroven, ja, dat snap ik wel. Die overheid laat het gewoon gebeuren. Door de sensie, ja, ik zeg altijd, kijk, als je een tijger loslaat in een kleuterschool, ja, dan gebeurt er ongeluk, maar dat is niet de schuld van die tijger. Die tijger die is gewoon wat die is, weet je, ja. Ik bedoel, het probleem is dat iemand zo stom is om een tijger los te laten in de kleuterschool. Dus je maakt niet die tijger een slecht dier dat hij dan een paar kleuters opeet. Ik bedoel, ja. En ook, ja, de Microsoft en de Oracle en de Centrix, ja, die zijn wat ze zijn. Dat zijn economische roofdieren by design. En als je die ruimte geeft, dan pakken ze die ruimte en dan nog een beetje meer natuurlijk. Ja. Die tijger wordt wel uiteindelijk doodgeschoten. Ja, dat staat bij de happy. Die werd tegen zichzelf beschermd, die zouden de kindertjes gaan bijten. Dat beest in het zuiden, dat beest is verder niet meer. Ik denk dat het dan wel bedreigd als hij het is uitgehaald. Ja, goed. Dan zou hij dat dood moeten leggen. En bedrijven die kunnen we ook uitsluiten van overheidscontracting als zij bewezen crimineel zijn. Maar dat doen we heel weinig in Nederland. Terwijl... Dat moet iedereen uitsluiten. Dat gaat natuurlijk wel leuk. Nou, je kan er wel paal en perk aan stellen. Maar je zou kunnen zeggen inderdaad dat als jij als bedrijf
met bent veroordeeld voor significant economisch misdrijf, dat je nog gewoon even 5 jaar geen contract krijgt. Wat is daar mis mee? Waarom is dat een gek idee? Dat we geen handel doen met veroordeelde criminele organisaties. Maar dat vinden we heel normaal. Dat we gewoon maar blijven kopen. En dus blijven die bedrijven wel verkopen, natuurlijk. Ik geef ze geen ongelijk. Hoezeer het ook niet klopt. Dus ja, het probleem zit dat het niet bij het bedrijf, maar bij de overheid die ze hun gang laat gaan. En ja, wij betalen dat allemaal, deze onzin. Ja, maar wacht even, wie blijft die overheid? Zijn we dat toch niet? Ja, dat zijn, nee, uiteindelijk zijn wij dat met z'n allen zelf. Ik bedoel, maar ik denk dat ik als individu, en ik denk maar een heleboel mensen hier, die hebben wel een bovengemiddelde gedeelte gedaan om dit te proberen te fixen. En ja, dat het nog niet lukt. Nou ja, oké. Okay. Kennelijk zijn we in Nederland nog zo rijk dat we dit soort onzin willen veroorloven. Dat die 10 miljard per jaar, die ken ik nog geen genoeg pijn. Dit is, ja, jammer. Daar had je echt een paar mooie, goede universiteiten voor kunnen bouwen. Of ziekenhuizen, of nou, noem maar je favoriete maatschappelijke hobby. 10 tot 20 miljard per jaar, daar moet je toch iets leuks mee kunnen doen. Dat is een heel leuk hackerspace. Ja, daar had je een goede hackerspace mee kunnen bouwen. Geen hackerspace, dan is het wel voldoende. Ja. Nee, ik kan er wel wat betere dingen verzinnen dan te geven aan de Microsoft en Oracle en een paar van dat soort clubs. En dat de BTW die we er ook betalen in de Ierse staatskas terechtkomt. Via EU, inter-EU-levering. Ja. Want dat is wat er nu gebeurt. Van 1,3% van het bruto nationaal product elk jaar van zo weg. En in ruil daarvoor krijgen we dus spying all the time. Hè? Dat is niet alleen krijgen we gewoon cracked software. Dat is nog tot daar aan toe. Maar we krijgen ook nog spying all the time for free, zeg maar. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, de oplossing is best wel dichtbij ergens, in de zin van het is al heel lang bekend wat we moeten doen. En we moeten het nu gewoon gaan doen. En toen Snowden naar buiten kwam, toen dacht ik van, misschien nu. Maar ik ben daar graag wel een beetje naïef in, zeg maar. Dat je denkt van, nou, kijk, nu halen we ons gelijk. Waar we al 12 jaar over hebben in Den Haag. Nu blijkt dat alles wat we zeiden, waarvan we al de tijd dat het paranoia was, blijkt allemaal waar te zijn. En dan zo. Dus misschien nu. Nou. Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Ja, dat is zo. Ja. Ja, als het meer deel van de tijd wil geven met ik geloof dat het zo werkt, dan kan het ook. Ja, dus misschien moet gewoon de pijn nog wat heviger worden voordat men leeft. Wat verwacht je nog van Snowden dan? Ja, verwacht. We hebben nog maar een fractie van de documenten gezien. En er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat Snowden de laatste is. Juist omdat het relatief goed met hem gaat. En dus er is nu een soort internationaal wel, oké, als je het zo doet, dan kan je niet alleen klokkenluider zijn en in je eentje de wereld significant een stukje de goede kant op draaien. Maar je kan het ook nog overleven en je kan ook nog daarna misschien wel gewoon weer een enigszins normaal leven leiden. Je wordt dus niet meteen kapotgeschoten of verpletterd of gesloopt of wat dan ook. Nee, you can survive the process. Dus ja, er zitten natuurlijk een heleboel andere slimme 20 en 30 somethings die nog niet een gezin hebben en helemaal vastzitten zodat ze niet weg kunnen rennen naar Hongkong. Die zitten ook in allemaal dit soort organisaties over de hele wereld. En niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook de hele wereld. Zitten allemaal nerdy somethings. Zitten allemaal te kijken van, Jezus, wat ben ik eigenlijk aan het doen met mijn leven? Waar ben ik eigenlijk onder de... En misschien ben ik heel idealistisch ook begonnen. Ik ben gaan werken voor de CIA of voor een club, maar waar ben ik in godsnaam beland? Waar ben ik nou onderdeel van? En misschien wil ik dit wel niet meer. En nou ja, dus ik hoop dat er nog veel meer klokkenluiders komen. Maar we hebben nog maar een fractie van 1% van Snowden's documenten gezien. Dus daar zit ook nog heel wat moois tussen. Nou, wat kan wel erger zijn dan totale spionage? Dat er naar voren komt echt bewijsstukken van al deze technologieën waar Amerikanen patenten hebben, die waren eigenlijk voldoende op. Dat zou financieel fantastisch zijn. Dat zou sexy zijn. Maar ik zie ook met belangstelling het MP3'tje tegemoet van het telefoongesprek tussen Tony Blair en Balkenende in de zomer van 2002, toen al besloten was tot een aanval op Irak. En dat Balkenende met Tony Blair afsprak dat ze de komende 9 maanden tegen ons zou gaan liegen totdat de troepen in place waren om te beginnen. En dat we dan gewoon dat MP3'tje krijgen, dat het paard bij staat, dat lijkt me echt leuk. En Dus daar zit mogelijk nog wat in het vat. En misschien hebben we nog wel meer leuke MP3'tjes van interessante telefoongesprekken die de afgelopen 40 jaar hebben plaatsgevonden. Marilyn Monroe belt Kennedy 1 week voordat hij werd kapotgeschoten, weet ik veel. De NSA heeft gewoon alles voor iedereen sinds 1955, hè?
En ook Edward Snowden weet niet wat er in al die 1,2 miljoen files staat. Want ook hij heeft niet de tijd gehad om ze allemaal individueel te bekijken. Hij heeft gewoon een webcrawl intern gedaan, een copy-paste. Dus zelfs Edward Snowden zelf weet waarschijnlijk niet eens wat er in al die shit staat. Laat staan iemand anders. Anything and everything is possible. En reken maar dat er binnen de NRC en de Amerikaanse overheid mensen echt scheiden zeer kleur in de broek over. Oh my god, wat heeft hij nog meer? Want wat zijn de defensieve acties erop? Gaan ze nu projecten terugtrekken? Om... Kunnen ze niet. Ze zijn informatie in hand blijven, ze denken dat ze kunnen. Ja, zeggen dat hij. Ontkennen en beschuldigen dat hij een Russische spion is, dat soort onzin. Desinformatie. Desinfo. Maar ja, hoe meer interne documenten, kijk, als het specifieke interne documenten buiten komt, ja, dan kunnen ze wel roepen, het is fake, maar niemand gelooft die gasten natuurlijk meer. Want ze zeggen, we luisteren niet Amerikanen af en vervolgens, boem, komt een document naar buiten en blijkt dat ze dat wel doen. En het is nu ook het gat tussen dat zij iets zeggen en dat Glenn Greenwald, die kijkt nu naar de speeches van de belangrijke leiders van inlichtingorganisaties en Obama en pakt keywords uit hun speeches. En gebruik die om te zoeken in die berg van documenten. Dus Obama doet een speech en 48 uur later heeft Glenn Greenwald het document gevonden waarin het tegenovergestelde blijkt. Dus ja, die speeches die worden steeds oppervlakkiger, denk ik, de komende jaren. Dat kan bijna niet anders. Nee, maar ik zit echt te wachten niet op informatie over technical capabilities van de NRC. Die krijgen we ook en die zijn sexy, weet je wel. Dat wordt misschien nog wel veel weirder dan wat we nu hebben. En dat is al weird. Maar ik zit echt te wachten op documentaire bewijs over historische gebeurtenissen die opeens in een heel ander daglicht komen staan. Gewoon alle oorlogen die we als Westen hebben gevoerd sinds midden jaren 50, alles staat ter discussie. Vanaf zeg maar het verloop van de Koreaoorlog, Vietnam en al die andere ongelukjes. Allerlei verkiezingen in allerlei landen die misschien officieel wel heel anders zijn gelopen. Als er niet iemand... Anything, everything is possible. En we weten natuurlijk uit de geschiedenis, dat weten we nu ook nog weer meer, maar we wisten natuurlijk al dat er heel wat afgerommeld is de afgelopen 70 jaar. Vanaf dat de Tweede Wereldoorlog hier in Europa afliep, was het non-stop gedonder. Alleen we weten niet precies hoeveel en hoe erg, maar daar zou nog iets moois uit kunnen komen. En dat is misschien wel cultureel heel nuttig dat we daarmee geconfronteerd worden van dat het allemaal niet zo... netjes was als we altijd dachten, zeg maar. Dat het allemaal wat down and dirty en genuanceerder lag. En dat wij ook niet zo netjes waren in de Koude Oorlog, weet je wel? Niet dat Stalin zo lieve dude was, maar net zoals nu. Weet je, Poetin is geen aardige vent, maar het verhaal in de Oekraïne is wel iets genuanceerder dan Poetin doet een militaire invasie. Ik bedoel, volgens mij is dat een reactie op iets anders. En dat iets anders, daar zitten we nu op de info te wachten. Ja, al die Oekraïense demonstranten die opeens in het Westen gemaakte Kevlar-kogelvrije vesten hadden. Waar de fuck komen die vandaan? Ja? Dus daar zit ik op te wachten, op de echte juicy info. Die leidt tot zeg maar war crimes tribunals, hopelijk over 5 jaar of zo. Dat we eindelijk alsnog Tony Blair gaan oppakken. En misschien ook wel Balkenbalk. Minor player, maar weet je, toch? Moet die 10 jaar de bak in, lijkt me heel gezond. Als signaal. Tegen de volgende president. Van joh, als je dit doet, vroeger of later, lekt dat telefoongesprek uit of dat document uit. Misschien niet volgend jaar, misschien dus maar vroeger of later is er justice. Het is het beste om te voorkomen dat de volgende ook weer dit soort dingen doet. Dus daar is het denk ik heel goed voor dit. En ik hoop dat er nog heel veel meer van dit soort gasten met grote USB-sticks de deur uit wandelen. Ach ja, ik heb even kinderen van de Samus gelijk, maar heel Zuid-Amerika blijft net van die club, dus ja. Ja, mensen willen geloven wat ze geloven. Ja. Maar het kan ook langzaam wel veranderen, zeg maar, want in Europa zijn er al redelijk vanaf gestapt, zeg maar. Ja, maar dat was alleen voor weer 3 of 4 crisis. Dus recentelijk gaan naar die zit inderdaad het aangemeen om mensen van één te laten komen. Is een crisis. Informatie. Ja, is een crisis. Ja, is een crisis. Ja. Shocktherapie. Ja, dat is inderdaad. Nee, ik las dat inderdaad interessant. Ik weet niet waar stond dat in de correspondent. Die schreef daar een stuk over. Ja, dat is hier. Ja. Dat we daar helemaal niets van hebben. Ja.
Nou nee, ik denk dat een heleboel van ons er wel wat van hebben geleerd, maar dat de mensen die heel veel geld hiermee verdienen, dat die een goede PR-actie op hebben gezet om te zorgen dat er vooral niks verandert. Ja. Ja. Maar als je inderdaad anno 2014 nog een bankier gelooft, dan ja, heb je toch ergens even iets gemist, volgens mij. Dat is een goede klant of wel? Ja, hey, sommige zijn goede klanten van mij, maar dat betekent niet dat ik ze noodzakelijk geloof in alles wat ze zeggen. Ja. Nee, maar ja, dus, maar ik denk dat een van de belangrijke dingen die je dus kan doen nu, is de mensen die het al wel een beetje misschien doorhebben of die het een beetje jeugd voorbereiden, zowel qua denken als qua tooling die je hebt en gewoon geoefend zijn. En al die info security tools gebruiken, vergt oefening vooral. Dus het is gewoon een kwestie van doen. En discipline ontwikkelen en het, ja, de routine ontwikkelen om het te gebruiken. En ja, dat moet je dus doen voordat het het meest nodig is. Dus dat is nu. En nou ja, ja, de meeste van onze medeburgers die zijn er nog niet. Ja, dat is dan jammer, maar te gaan doen met de mensen die het wel wil. Dus dat is mijn, mijn insteek. Ja, ik merk het ook wat ik een beetje tegenaan loop. Dus ook de software die ik zie en krijg. Dus, ik ben vrij handig in dit gebied. Zeg maar gewoon woordhouding. Wat ik toch heel moeilijk vind om de vertaalslag voor een normale user te gaan maken. Ja. Dus de afstand en de beleving. Dus het gemak versus privacy. Dat is vooral technisch al probleem. En blijft natuurlijk ook spanningsveld van meer gemak om binnen privacy. Dat blijft ook erg ontwikkeld in de laatste jaren. Ik denk dat het daar nogal op technisch gebied ook nog wel het meest te halen is. Ja. Nou, er wordt nu ook deze zomer komt de Mailpile uit. Dat is een programma, een mailprogramma dat draait lokaal op je laptop, dus in een nominaal veilige zone. Maar de interface ziet er heel erg uit als iets als Gmail. En die is ook helemaal gemaakt in webtechnologie, dus die kan ook met alle andere smaken. En dus als het draait misschien als Outlook.com, dan is het even een paar CSS dingen veranderen en dan boom. En in tegenstelling bijvoorbeeld bij Thunderbird is encryptie is een add-on, is een afterthought, letterlijk. En dat maakt het niet makkelijk. Bij Mailpaal is encryptie by design helemaal ingebakken vanaf dag 1, zeg maar. En dat maakt het, denk ik, een stuk gebruiksvriendelijker. En omdat men dus zegt van, die interface kunnen we laten lijken op whatever jij al gebruikt. Dus als jij een Gmail gebruiker bent, dan klik je op een vinkje en dan lijkt het op Gmail. Als je wilt dat het op Outlook lijkt, op Hotmail, whatever. Als je zo iemand bent. Nou, dat kan allemaal. Dat maakt denk ik, kijk, want voor de meeste mensen maakt de techniek niet uit, het enige dat is de interface. En wat onder de motorkap gebeurt is voor bijna niemand relevant, behalve voor de hele technische gebruikers. Maar het enige wat het doet is gewoon hoe het er op het scherm uitziet, waar de knopjes zitten en wat de labeltjes zijn op de knopjes. En als je dat maar makkelijk kan aanpassen aan wat mensen gewend zijn, dan denk ik dat je mensen redelijk snel kan laten migreren. En mijn ervaring is altijd, de mensen die ik het makkelijkste van Windows naar Ubuntu krijg, dat zijn de mensen die alleen maar hele simpele dingen doen met hun computer. Want als je alleen maar een beetje web, video kijken, muziekjes spelen, nou, misschien een Skype call en een beetje tekstwerken, als je dat doet, hè? Dus zeg maar schoonmoederniveau computergebruik, die heb ik in een halve dag op Ubuntu. Not a problem. En er zijn twee of drie icoontjes en anders. En verder is het gewoon, ja, het doet ongeveer wel hetzelfde. Het maakt niet uit. Het zijn alleen de power users die helemaal super lead alle, van alle knoppen van Photoshop, de nieuwste versie, precies weten waar het zit. Dat is een stuk lastiger om die om te krijgen. Want ja, oké, okay, nee, ik heb geen Photoshop op Linux op dat niveau, weet je. Of ik kan het wel aan de praat krijgen, maar dat is een heleboel geknutsel. Dus het zijn vooral de power users, in mijn ervaring, die het moeilijkste over te zetten zijn naar iets wat niet precies hun platform is. Ja, die hebben hele flows georganiseerd voor zichzelf. Ja, die, ja. Die hebben een hele diepe investment in skills in dat ene platform gemaakt. En dat snap ik ook wel, dat als jij professioneel met AutoCAD werkt, ja, dan heb ik ook geen alternatief voor je op Linux op dit moment. Ik hoop dat het komt snel, maar voor nu bestaat niet. Dus maar gelukkig zijn er een heleboel mensen die alleen hele simpele dingen doen met hun computers. En die zijn volgens mij makkelijk om te krijgen. En als we inderdaad met een tool als Mailpile kunnen zeggen, joh, e-mail-encryptie wordt gewoon standaard, twee vinkjes en het staat aan en, weet je, en je ziet het niet meer, dan wordt het denk ik wel makkelijk om te doen. Het zou nog mooier zijn als je dat vooral de iPad, maar dan de bedrijven hebt. Dus hardware. Ja, maar dan moeten we wachten tot er een partij komt die hardware gaat maken die dus... Ja,
secure by design is. Ik hoop dat er inderdaad een groot Braziliaans bedrijf, ik hoop dat de Braziliaanse overheid gewoon een Chinese hardware manufacturer overneemt. Gewoon al die hele fabriek gewoon in een paar grote boten doet, over de oceaanvaart op Braziliaans grondgebied zet. En daar gewoon laptops voor ons gaat maken. En ja, maar ja, dan gaan ze ook weer inverteren en controlespullen. Nou ja, dat hangt, maar dat hangt wel vanaf hoe je het ontwerp organiseert, zeg maar. Er zijn wel manieren om verifiable hardware design te maken. Als er iemand nu met zo'n ontwerp zou komen, ik betaal graag premium voor een laptop. Dus die laptop is waarschijnlijk trager, lelijker en dikker en zwaarder dan wat ik normaal kan kopen. Maar wel, ik kan helemaal precies zien waar jij bestaat en hoe die in elkaar zit. Ik betaal er graag een paar honderd euro extra voor zo'n laptop. Dus de potentiële winstmarges erop, die zijn niet triviaal, want de parts kan je dus heel goedkoop inkopen. Want voor een ding die ik doe, een nog snellere laptop heb ik niet nodig, maar een nog veiliger laptop, daar wil ik wel voor betalen. Dus ik denk dat er wel, hoe groot die markt is, nou ja, dat is dan weer, ik weet niet, maar je kan je voorstellen dat ook voor serieuze bedrijven en overheden, dat er wel een groeiende markt voor gaat ontstaan. In Latijns-Amerika, Europa en een paar andere plekken in de wereld. Als Shell overweert. Ja. Binnen Shell en DSM en ASML, daar hoop ik toch ook dat er wat mensen ook zich achter de oren krabben en zeggen van oké, is het voor ons handig als Shell om onze R&D te draaien op software die niet onder onze controle staat, terwijl we weten dat Texaco en Exxon de best buddies zijn met topmensen van de NRC. Hoeveel mensenbedrijven als Thales bijvoorbeeld, ook voor defensieapparatuur, die ook met encryptie bezig is en dergelijke, als een bedrijf verenigd is, gaat verleden, hoe gaat ze dat doen bijvoorbeeld? Ja, nou, ik heb het idee dat de Nederlandse defensiebedrijven gewoon, als die uit Washington instructie krijgen, dan is de enige vraag how high, als er gevraagd wordt te jump, zeg maar. Je wil niet weten waar je allemaal kan komen met je studenten. Ik zit bijvoorbeeld in de telefonie en wij hebben een encryptie op basis van talenboxen. En dan was maar gevolgd dat geen kind en gaat het net hebben. Of een voorbeeld zou je. Kun je een source code lezen in jou of één? Hoe veilig gaat dat? Ja. Heeft Thales een source code gepubliceerd? Nee. Ja, nou, done. You done. Ja, over. Gewoon sick joke. Gewoon, sorry, maar niet serieus nemen. Nee, maar ja, Nederland gaat de Joint Strike Fighter kopen. Ik weet nog steeds niet precies waarom, maar dat schijnt nodig te zijn. Groot-Brittannië heeft geëist van Amerikaanse overheid en Lockheed. Ze hebben luister, wij willen wel de Joint Strike Fighter kopen, maar dan willen we de source code van alle software waar dat ding op draait. En by the way, we gaan zelf compileren. En als het niet bit voor bit overeenkomt met wat op dat ding staat, dan hebben we een hele ernstige discussie over of we dan ze blijven kopen. Nou, uiteindelijk na heel veel gedoe heeft inderdaad de Amerikaanse overheid gezegd, oké, Groot-Brittannië, jullie krijgen de source code met het recht om zelf compilaties te doen. Nederland heeft de vraag niet eens gesteld, hè? Het is gewoon, weet je? Dus wij krijgen zo meteen een straaljager waar een uitknop in zit in de Pentagon. Inderdaad. En misschien ook nog wat bij Lockheed, en misschien ook nog wat bij de Chinese toeleverancier van Lockheed, we don't know. Ja, dan heb je gewoon een baksteen van 250 miljoen. Dat is echt een beetje jammer. Ja, dan weet je in Nederland toch niks meer doen, die soort kopers. Dan stuurt het project. Anders is altijd donker geworden. Ja, maar daar is toch samen met Groot-Brittannië en of Duitsland of zoiets samen kunnen doen. Gaan we dan wel eens in de wereld op het laten. Soms zeg je dat jouw dat gaat bestellen. Bestaat er niet in contract dat ze dan niet eens over worden? Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Maar ja, dat is dus een beetje inderdaad. Maar ja, als je dus, weet je, als je technologie koopt en je kan niet, en er zit software in, en je krijgt niet de source code erbij, forget it. Ik bedoel, dan is het gewoon, ik neem dat niet meer serieus. Als ik geen compileerbare source code krijg bij iets, dan, ja, dan kan er alles in zitten. En ook weten we nu van Chinese hardware gemaakt in China, dat daar dus gewoon NSA software in gefrot wordt zonder medeweten van de Chinese overheid. Ja, dus reken maar dat in die talensboxen, ja, als zij niet hun source code publiceren, dan ga ik er gewoon vanuit dat dat ook helemaal tot aan zijn wenkbrauwen gebackdoord is door de NRC, waarschijnlijk al 15 jaar geleden. Ja, dus dat zou ik niet vertrouwen. En je cryptofoons, die zijn wel oké. Die publiceren cryptofoon.de, een Duitse club, opgericht door Rob Congrep. Die publiceren hun source code. En dan mag je ook zelf compileren om te checken dat er geen bullshit in zit. Nou, die kan je dus vertrouwen. Maar verder, de rest,
Nee, onzin. Voor mij kunnen we de hele avond nog best. Het is natuurlijk heel goed dat zo loopt. Ik denk ook dat de avond mensen inmiddels een beetje dorst krijgen. En dan zullen we hier ook een keertje op moeten gaan. Dus ik hoop dat we wel weer een woordje te pakken. Ik denk daar je niet meteen weg in. Dus als je een vraag hebt, dan kan dat ook nog. En dan wil ik jullie nog wel bedanken voor die aanwezig zijn. En ik zie jullie hopelijk terug bij de Privacy Café. Bij de Zetelpark die had nog is, dat zou je nog een paar keer hebben aangegeven. Waar ga je doen hier? 16 mei. Bij de Pauwpark. Bij chocolade.